Gelukkig nieuwjaar en van harte welkom bij de eerste zevende dag van dit jaar. De beste wensen van onze ploeg voor u en al uw geliefden. En zeker meer dan ook ooit voor u allen een goede gezondheid in deze tijden van pandemie. Prinses Delphine doet van de week haar verhaal. De maker van de reeks ontbloot hier straks al een beetje de kroon. En liggen uw zelftesters al klaar, want morgen gaan de scholen open en men rekent op u om uw kinderen zelf te testen voor vertrek. Ja, want we staan dan ook voor spannende weken nu Omicron volop woedt in ons land. De situatie zal eerst slechter worden voor ze weer beter wordt. We verwachten dat de piek van het aantal besmettingen ergens kan bereikt worden half januari. Met een vrij brede variatie gaande ergens van tussen 30.000 tot 125.000 besmettingen per dag. We moeten het inderdaad helaas aan het begin van 2022 nog altijd over corona hebben. Twee gasten zitten al klaar, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke en Wouter de Geest, de voorzitter van de Vlaamse Werkgeversfederatie VOCA. En onze trouwe CO2-meter bewijst het, we werken hier nog altijd in veilige omstandigheden. Goedemorgen, meneer de Geest. Goedemorgen. En uiteraard een gelukkig nieuwjaar. Ik weet eigenlijk niet wat ik uw leden, de ondernemingen, in 2022 moet wensen, want 2021 was een boerenjaar. Hè? Omzet, bedrijfswinsten, werkgelegenheid, allemaal top. Hè? Wel, ik zou zeggen, 2021 was inderdaad een goed jaar voor heel wat ondernemingen. Weliswaar zijn er sectoren die het zeer moeilijk hebben blijven gehad hebben in 2021. Maar we zijn in 2021 zijn de ondernemingen terug opgestaan. Hè? Wat toont dat die veerkracht van onze ondernemingen wel daar is. Ja. Een veerkracht die belangrijk is. Die veerkracht is ook geholpen, en dat moeten we ook zeggen, door de maatregelen die de regering genomen heeft. Ja. Zonder de steunmaatregelen was de economische crisis veel dieper geweest. Komen we er meteen op. Die veerkracht zal nu misschien ook wel getest worden door Omicron. Het viel me op dat jullie donderdag na het overlegcomité onmiddellijk een communiqué uitstuurden waarin jullie heel hard aandrongen bij de bedrijven, bij de werknemers, om het thuiswerk te respecteren, om de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer te respecteren. Dat wijst er allicht op dat jullie Omicron een beetje vrezen. Wel, de oproep die wij doen naar onze leden, ondernemingen, is van ja, prepare for the worst en hope for the best. Omdat wij het nog niet weten wat volgende week en de weken nadien op ons zal afkomen op de werkvloer. Eén ding is zeker, dat is dat de ondernemingen continuïteitsplannen hebben. De ondernemingen hebben ook in de voorbije periode rond de coronacrisis de juiste maatregelen genomen. Ze hebben de protocollen goed nageleefd. En eigenlijk wordt dat ook bevestigd. Hè. De laatste enquêtes die gebeurd zijn, ook door de overheid, tonen aan dat bijvoorbeeld thuiswerk goed wordt opgevolgd door de ondernemingen. Op de werkvloer wordt de afstand bewaard, wordt de mondmaskerplicht nageleefd, worden er veel testen afgenomen. En wat nog belangrijker is, de vaccinatie loopt op volle toeren ook in die bedrijven waar het nu mogelijk is van te vaccineren. Vanaf morgen worden ook de regels voor testen en quarantaine aangepast, versoepeld, zeg maar. Ook dat heeft tot doel om meer mensen op de werkvloer te houden. Zijn jullie daar tevreden mee? Wel, het is een maatregel waar wij op aangedrongen hebben. En het is een goede maatregel, want wat gaat die maatregel doen? Die maatregel gaat ervoor zorgen dat we geen flessenhalzen aan het creëren zijn in de testcentra, dat we alleen maar de mensen met symptomen thuishouden. De mensen die een hoog risicocontact gehad hebben, maar geen symptomen vertonen, zullen niet in quarantaine moeten gaan. Dat is een goede maatregel. En we leren waardoor, met andere woorden, een beetje te leven met Omicron? Wel, ik denk dat wij met corona zullen moeten leren leven. Ondanks corona. Wie zegt dat het met Omicron gedaan is? Dat na Omicron niet omega komt of een andere letter van het Griekse alfabet nog op ons af zal komen. We moeten ermee leren leven. Van pandemie naar endemie. En we moeten één ding voor ogen houden. Dat is namelijk dat ons gezondheidssysteem, ons ziekenhuissysteem samen blijft, niet uit elkaar valt en dus een set van schakelaars ontwikkelen. Oké. Okay. U zei het al, hè. De bedrijven zijn overeind kunnen blijven, of veel bedrijven zijn overeind kunnen blijven dankzij de steun van de regeringen. Er waren de voorbije twee jaren eigenlijk zelfs minder faillissementen dan pre-corona. Morgen heeft u uw digitale nieuwjaarsreceptie, waarop u wel premier De Croo en minister-president Jan Bon ontvangt. Gaat u hen op uw beide knieën bedanken? Nee. Wij gaan die bedanken voor
wat gebeurd is rond corona in de eerste fase. Maar we gaan in beiden, in elk geval ook wijzen op de verpletterende verantwoordelijkheid die zij hebben rond beleid in dit land. De verpletterende verantwoordelijkheid om los te komen van de achterhoede gevechten die wij nog steeds aan het leveren zijn en uiteindelijk de steven resoluut naar de toekomst te gaan richten. Maar als we dat eventjes vertalen naar nog altijd corona, u wil af van de overlegcomité's en wat men dan noemt de jojo-politiek. Hè? Wel, we hebben gezien dat de overlegcomité's in het begin was dat noodzakelijk. Corona was voor iedereen een onbekende. En dan is het ook goed geweest dat we die overlegcomité's gehad hebben. Maar nu hebben we zoveel data. We hebben uiteindelijk onze experten. En het is nu hoogst tijd dat wij komen tot een set van schakelaars. Een set van schakelaars, niet één, één getal, wat de barometer zou zijn. Een set van schakelaars waar we dan eigenlijk ook kunnen gaan delegeren aan administratie of aan coronacommissariaten van wanneer die schakelaars beginnen in die of die richting te gaan, zijn dat de maatregelen. Maar leiden tot voorspelbaarheid. Ja, moet de politiek dat dan uit handen geven? Politiek blijft altijd verantwoordelijk. Maar politiek moet zich ruimte gaan creëren om dat te doen waarvoor politiek daar is, namelijk beleid te gaan voeren. En wat is dan de prioriteit? De prioriteit voor de politiek is ons land te gaan hervormen. Ik zie 2022, samen met veel bedrijven, zien wij heel veel donkere wolken op ons afkomen. De loonkosten stijgen geweldig. De vrachtkosten blijven zeer hoog, want de supply chain problemen blijven ook in 2022 onverkort bestaan. We zien de problematiek van de energie. We zien de problematiek van een land dat steeds maar verder en verder achteruit gaat in alle internationale rankings. En dat kunnen we alleen maar doen wanneer we zeggen de focus is hervormingen. Want als we focussen op hervormingen, dan pas zullen we resultaat boeken. Laten we daar eens twee dingetjes uitnemen. Hè. Energie. Hè. Een van de heikele dossiers. Er zal nu definitief beslist worden tegen half maart over gascentrales of kerncentrales. Wat heeft uw voorkeur? We hebben als FOCA en als ondernemingen hebben wij eigenlijk in zo'n trilemma, wat niemand kan oplossen, hè, zeggen we, een schoonheidsprijs zal in dit dossier niemand niet meer verdienen. Want we hebben 20 jaar het dossier voor ons uitgeschoven. Het dossier is nu aangepakt geworden. We zeggen, in een trilemma hebben we de leverzekerheid, hebben we de duurzaamheid en hebben we de kostprijs. Ik kan alleen maar de dag van vandaag zeggen dat wanneer ik luister naar de ondernemingen, hun grootste zorg is, alsjeblieft, leverzekerheid. Ja. De bevoorradingszekerheid. Het kan niet zijn dat afschakelplannen het nieuwe normaal worden in energievoorziening. Met andere woorden, kies voor een model waar we nagenoeg 100% zeker zijn dat we de baseload die onze industrie nodig heeft, gegarandeerd zijn. En is dat dan voor u om het even of dat toch nog met kernenergie is of met gascentrales? We moeten de zekerheid aan de beide scenario's onderzoeken. En dat is wat we van in het begin gezegd hebben. Onderzoek de beide scenario's. Het scenario A en het scenario B, zoals men dat gaandeweg gaat noemen. Maar Engie zegt, kernenergie verlengen is voor ons gewoon onmogelijk. Dus is er maar één alternatief, denk ik, gas? Het is niet aan een onderneming om beleid te voeren. Het is aan de politiek om het beleid te voeren en heel helder te maken en transparant te communiceren waarom het ene zijn voor- en zijn nadelen heeft en wat de voor- en de nadelen zijn van het andere en streven naar de maximale zekerheid. Want dat is wat de ondernemingen vragen. En dat er dan inderdaad een beslissing komt in maart. En een beslissing die met die drie punten rekening houdt, maar aan de leverzekerheid absoluut nu voorrang begint te geven. En is 15 maart dan nog op tijd om te zeggen, in 2025 zijn we helemaal zeker, we worden bevoorraad, zowel de huizen als de gezinnen als de bedrijven? Wel, in maart, dat zal dus een parameter zijn om inderdaad de winter van 24-25, de winter van 25-26 te garanderen. Hoe gaan we daardoor komen? Met 100% zekerheid qua vergunningen die er moeten zijn. Zonder vergunningen hebben we geen leverzekerheid. En laten we ook wegblijven van te veel te geloven in dingen die er zouden kunnen komen, maar die er op dit ogenblik nog niet zijn. En laten we zeker wegblijven van scenario's die mij aan Afrika te veel doen denken, stroomschepen en dat soort zaken meer. Dit is wat wij niet meer uitgelegd krijgen aan de ondernemingen en ook niet meer aan de inwoners van dit land. Ja.
Ander probleem, de energiekosten, de leverproblemen, de inflatie. Dus met andere woorden ook de personeelskosten voor de bedrijven. Want er ambtenaren krijgen 3 indexaanpassingen op een jaar. Werknemers gaan 5,6% opslag krijgen. Die indexaanpassingen, wat vindt u daarvan? Wel, u weet dat wij als VOCA al lang voorstander zijn om ook het achterhoede gevecht daar te gaan stoppen en te gaan kiezen voor een resoluut nieuw model van loonoverleg. Maar goed, we staan nu... Maar we staan waar we staan. En waar we staan betekent dat we 2 tot 3 indexaties gaan krijgen, waardoor naar ondernemingen een factuur komt volgend jaar van meer dan 11 miljard. 7% loonsverhoging. 11 miljard. 11 miljard die aan de marges van de ondernemingen vreet, samen met de energiekosten, samen met de verhoogde vrachtkosten, in een land met producten die moeten geëxporteerd worden. Met andere woorden... Maar allicht gaan bij onze buren de lonen ook wel stijgen. De lonen stijgen in andere landen ook, maar men begint daar te onderhandelen over wat is de aanpassing die moet gebeuren om de koopkracht te garanderen. Laten we wel wezen, wij als FOCA zijn voorstander dat de koopkracht van iedereen wordt gegarandeerd. Maar een wijs man, Seneca, Romeins filosoof, zei altijd: in veranderende omstandigheden moet je ook over veranderend beleid durven praten. En wat moet dat dan, wat dat moet dat betekent dan in dit geval zijn? Dat we opnieuw op dit ogenblik en niet moeten wachten tot 23 of 24, moeten durven nadenken over het indexmechanisme. En waarom zouden we niet praten over een indexsprong die, wat mij betreft, kan gemoduleerd zijn? We hebben systemen gekend van centen in plaats van procenten, wat sociaal rechtvaardig zou zijn. We zouden een indexsprong kleiner kunnen maken. We zouden een indexsprong kunnen doen waar we zeggen: kijk, voor de lagere inkomens doen we dat niet. Maar waarom moet dat voor de hoge inkomens? Ja. Moet daar ook een volledig index zijn? Want uiteindelijk is de koopkracht voor de basisproducten voor iedereen hetzelfde. Met andere woorden, laten we niet doen wat we in dit land zoveel doen. Dat is namelijk blind blijven. Wij weten dat dat probleem op ons afkomt. En wanneer in 23 of 24 bedrijven het moeilijk gaan krijgen, gaan we willen repareren in plaats van op dit ogenblik te anticiperen. Dus een sociaal gemoduleerde indexsprong zou voor mij een mogelijkheid zijn. Nu, eigenlijk 3 weken geleden had Egbert Laggaard, de voorzitter van Open VLD, daar al een vrij duidelijke uitspraak over bij Villa Politica. Realistisch gezien, nog een indexsprong, nog een wijziging van die wet zijn voorzien. En ik vermoed dat dat ook de uitkomst zal zijn. Ja, als een liberale voorzitter al zegt: we gaan niet morrelen aan de wet op de concurrentiekracht, maar we gaan ook geen indexsprong doen. Een voorzitter die het bedrijfsleven toch gunstig gezind is, dan denk ik in deze Vivaldi-regering, dat zal niet gebeuren. Hè? Het is wat ik probeer te zeggen. Het is typisch, vanaf dat men een idee heeft van verandering, gaan de hakken in het zand. En het is precies een politiek van hakken in het zand die ons leidt in dit land dat wij niet klaar zijn voor de 21ste eeuw, maar nog steeds bezig zijn met de achterhoede gevechten van de 20ste eeuw. De indexatie in plaats van nieuwe vormen van sociaal overleg, van loonoverleg, waarbij de loonnorm al dan niet blijft bestaan, vrije onderhandelingen, aangepast aan de sectoren, onderhandelingen op ondernemingsvlak. Dat soort zaken, toekomstgericht sociaal overleg, hebben we nodig in plaats van ziende blind te blijven en niet te willen luisteren naar de kolibri in de kolenmijn die nu zegt: in 23 hebben wij gegarandeerd grote problemen binnen een aantal sectoren. We hebben het nu eigenlijk vooral over de federale materie, maar ook aan Vlaamse kant zijn er heel veel dossiers. Ik denk maar aan het stikstofdossier. We moeten dat nu misschien niet helemaal ontwikkelen. Maar deze regeringen hebben nog 2,5 jaar tot de volgende verkiezingen. Moet 2022 een cruciaal jaar worden? 2022 is het scharnierjaar. Laten we wel wezen, in onze Belgische traditie wordt het jaar voor de verkiezingen meestal een jaar waar niet te veel meer gebeurt. Mm-hmm. Waar het beste is wat er kan gebeuren, is damage control. Dat is jammer. Maar laten we 2022, misschien toch van 2022 het jaar maken waar we de hervormingen, die in essentie toch wel wat zijn aangekondigd in het regeerakkoord, van die ernstig te nemen. En dat gaat over de pensioenen, fiscaliteit. Dat gaat over de fiscaliteit, waarbij de fiscaliteit een fiscaliteit moet zijn die ondernemers blijft stimuleren, waar we echt wel kunnen spreken over een taxshift, maar een intelligente taxshift en geen taxlift, waar we spreken over de energie, waar we spreken over de arbeidsmarkt, waar de vrijheid wordt gegeven, zoals het asymmetrische beleid dat in het regeerakkoord staat, maar waar nog geen letter
van ingevuld is geworden. Oké. Okay. Toeval of niet, u hebt het spontaan alleen weer over federale dossiers. Maar kijk, dat komt goed uit, want we hebben ook Frank van den Broeke bij ons aan tafel. Dank u wel, Wouter de Geest. Ja, inderdaad, minister van den Broeke. Volksgezondheid en Omicron, daar gaan we het vooral over hebben. Maar u bent natuurlijk ook vicepremier voor Vooruit in die federale regering. Ik denk ongeveer een maand geleden zat op deze stoel uw partijvoorzitter, Conor Rousseau. En die pleitte toen ook voor dat idee van een index, centen in plaats van procenten, een socialer mechanisme. Ik hoor een beetje hetzelfde bij VOCA. Moet dat inderdaad herbekeken worden, heel dat idee? Ja, of het pleidooi van Conor Rousseau hetzelfde was als het pleidooi van VOCA, dat durf ik niet zeggen. Maar inderdaad, mijn partijvoorzitter, heeft denk ik getoond dat wij over zoiets open en creatief willen nadenken. Basisgegeven waar ik als minister in de regering van vertrek, is dat we 25 jaar geleden in dit land een soort van compromis hebben gemaakt om de index, die een verzekering is van koopkracht, is gewoon een verzekeringsmechanisme. We hebben de index willen bewaren als verzekeringsmechanisme van koopkracht door er die loonnorm naast te leggen, die eigenlijk een beetje een bewaking moet zijn van onze loonkost in vergelijking met buurlanden op de wat langere termijn. In normale omstandigheden moet je door de combinatie van die twee de index kunnen laten spelen en tegelijkertijd die kosten, competitiviteit kunnen bewaken. Dat is eigenlijk de zin van heel die loonnorm. En de houding van de regering is inderdaad dat we die twee dingen in stand houden. Maar ik ga niet in de plaats spreken van mijn voorzitter. Als het erop komt, op aankomt van na te denken over wat zou je nog kunnen doen wat niet in het regeerakkoord voorzien is, ja, dan denk ik inderdaad dat Conor heeft gezegd wij willen nadenken over wat er gebeurt, omdat wij eigenlijk heel bezorgd zijn over de impact van de energieprijsstijging, om te beginnen sociaal, voor mensen die het niet zo gemakkelijk hebben. Maar ook voor de bedrijven. En de inflatie. Maar dus wat de regering betreft, is eigenlijk het regeerakkoord is nogal duidelijk. Het is die index als verzekeringsmechanisme laat je spelen, maar je hebt wel die loonnorm en die respecteer je ook. Dus de indexsprong, dat zal niet voor deze keer. U kan mij alleen maar een vraag stellen over wat is de houding van de regering en dan spreek ik over het regeerakkoord. Maar u moet Conor zeker nog eens uitnodigen, want die denkt daar heel open en creatief over. Maar wel vanuit de bekommernis, dat natuurlijk de stijging van de energiefactuur op zich ook wel een sociaal probleem is voor zeer veel mensen. En dat blijft ook maar aantikken. Ja. Er is ook heel wat gepraat over de impact van corona en dat we daar misschien moeten leren mee leven. Er wordt ook meer en meer gezegd van geef ons de mechanismen om daarmee te leren leven. Zoals bijvoorbeeld die coronabarometer. Er werd eerst gezegd dat we dat de komende week gingen mogen verwachten. Wanneer krijgen wij een coronabarometer? Laat mij misschien eerst zeggen dat het beeld dat hier en daar te vinden is, laten we zeggen, in de mediadiscussie van oké, er is nu deze Omicron-golf, laat maar komen. Ja, dat is absoluut verkeerd. Hè? Dat is niet de boodschap. De allereerste boodschap hier en nu is dat we ons grap moeten zetten om deze golf van besmettingen te vertragen. Dan is het toch raar dat we minder gaan testen en minder mensen in quarantaine gaan stoppen? We hebben voor kerstmis een aantal maatregelen beslist met de regering die eigenlijk wat strenger waren dan wat de experten gevraagd hadden. En dat voel je bijvoorbeeld dit weekend. Er mag geen publiek zijn bij het Belgisch kampioenschap, wat eigenlijk jammer is. Dat is niet iets wat je met plezier beslist. Maar de besmettingen stijgen gigantisch. Als ik even mag. Inderdaad, je houdt die besmettingen daarmee niet tegen, maar door dit soort maatregelen, ook het feit dat telewerk 4 dagen per week verlengd is en een aantal andere beslissingen die we genomen hebben, daarmee willen we toch deze besmettingsgolf vertragen en hoe mensen zich persoonlijk in hun gezinsverband met vrienden en kennissen gedragen, dat speelt daar ook in mee. Dus mijn eerste oproep is, het is niet zo van laat maar komen. Het is, we moeten deze golf vertragen door actieve inzet rond de maatregelen die voor kerstmis beslist zijn. Natuurlijk, quarantaine en testing, je moet het ook kunnen volhouden. Je testing moet kunnen volgen. Als je niet meer in staat bent om mensen die ziektesymptomen hebben snel en prioritair te testen, ja, dan ben je helemaal de controle kwijt. En we hebben inderdaad, we nemen een beetje het risico. Een groot risico. We maken een keuze. Een risico dat we zeker niet willen lopen, is dat we de controle kwijtraken over mensen die besmet zijn en ziektesymptomen hebben. Die moeten kunnen blijven getest worden. De andere groep,
Zijn mensen... dat eigenlijk niet de gevaarlijkste? Namelijk, zij zonder symptomen wel aan de slag blijven. Dat daarom... zijn toch de gevaarlijkste? Ja, maar inderdaad, maar daarom zeggen we ook... Oké, we gaan bij deze mensen nu de komende weken, vanaf maandag... we gaan niet meer de PCR-test doen. Maar als je geboosterd bent, of je bent recent... ergens binnen de voorbije 5 maanden, dus recent volledig basisgevaccineerd... dan moet je niet in quarantaine, zeggen we. Maar we zeggen wel, wees dan zeer voorzichtig. Ga niet op restaurant met vrienden en kennissen. Wees voorzichtig in je contacten met kwetsbare mensen. Als je contacten hebt met kwetsbare mensen, denk toch eens op zo'n FFP2-masker, zo'n betere masker. Dus we zeggen zeer voorzichtig, maar niet in quarantaine. We zeggen ook telewerk. Telewerk moet het natuurlijk ook mogelijk maken dat mensen dan toch thuis zijn en aan het werk zijn. Maar mensen die niet, als ik mag, mensen wel. Die niet geboosterd zijn... Daar is de boodschap. Alsjeblieft, laat u boosteren zo snel mogelijk. Ja. Er zijn inderdaad ook bedrijven die dat nu organiseren. Laat u boosteren. Maar als je nog niet geboosterd bent en je basisvaccinatie is meer dan 5 maanden geleden, dan ga je wel in quarantaine. Maar het beeld is dat natuurlijk inderdaad, er wordt veel bij ons gelegd. Wees verstandig, wees voorzichtig. We hebben ooit al eens op het gezond verstand gerekend. En daar zijn toen ook wel golven uitgekomen. Maar misschien is ook de realiteit, we lezen overal, Omicron is misschien meer een golf van thuis ziek zijn in plaats van gelukkig op intensieve zorg belanden. Gaan we misschien naar een soort groepsimmuniteit? Is dat het idee daarachter, namelijk... We moeten het toch ooit eens krijgen. Laten we het dan nu hebben met een booster en dan Omicron en dan geraken we misschien... Nee, ik denk dat een zeer gevaarlijke redenering is. Dat is wel het beeld dat we krijgen. Ja, maar inderdaad, dus wat ik daarnet ook zei, dat beeld leeft zo'n beetje van laat maar waaien. Hè? We zullen wel ziek worden en we krijgen groepsbescherming. Nee, dus ik vind het een zeer gevaarlijke idee. Omicron is om te beginnen niet zomaar een verkoudheid. We zien overigens in een aantal landen dat de ziekenhuisopnames wel toenemen. Je krijgt mensen in het ziekenhuis daarmee. We weten nog niet wat dat gaat geven op onze intensieve zorg. We hopen dat daar minder druk zal zijn. Maar eigenlijk zijn we daar niet zeker van. En dus dit kan voor onze samenleving een zeer ontwrichtende besmettingsgolf zijn. Zeer ontwrichtend. Vandaar ook dat we... plannen maken met bedrijfssectoren, met de huisartsen, met de ziekenhuizen. Ook hoe gaan we die ontwrichting vermijden? En jullie maar kijken ook groepsimmuniteit, naar het leger om te helpen. Groepsimmuniteit, om even op dat idee te komen. Misschien een beetje moeilijk, maar we moeten echt een onderscheid maken tussen de idee dat je bij de uitgang, bij de uitweg, bij de exit uit zo'n epidemie, ga je heel veel immuniteit hebben... En dat is op de lange termijn een goede zaak. Maar dat is bij de exit. Maar dat is niet de strategie. Maar dat is niet de hefboom. We moeten er misschien wel allemaal eens aan geloven. Maar er is een verschil tussen zeggen... We zullen allemaal wel eens nat worden... en zeggen, nu samen in het water springen is de strategie. Absoluut niet. Niet doen. Niet doen. Nu niet samen in het water springen. We zullen allemaal ooit wel eens nat worden. Eén voor één in het water springen. Wel... Eén voor één nat worden en liefst niet allemaal tegelijk. Anders gaan we letterlijk kopje onder. Gaan de huisartsen kopje onder, de bedrijven kopje onder, de ziekenhuizen kopje onder. Dus ik moet zeggen, ik kijk zelf een beetje met zorg naar de beeldvorming in het publieke debat. Zo van, laat maar waaien, laat maar komen. En de mensen moeten het zelf oplossen. Ja. Nee hoor. Maar daarom, u zegt inderdaad, we zijn aan het kijken naar noodplannen. Dat is, als ik het goed begrepen heb, zijn we daar nu ook... maar pas ten volle mee bezig. Mag ik dat corrigeren? Om te beginnen, ons Nationaal Crisiscentrum heeft al bij de allereerste golf een voedselbevoorradingsplan opgesteld, wat toen behoorlijk nieuw was. Dat voedselbevoorradingsplan moet garanderen dat er voedselbevoorrading is. Dat wordt nu opnieuw geactiveerd, samen met de verantwoordelijke mensen van de overheidsdiensten, economie en werk. Dat wordt bekeken. Wordt opnieuw helemaal op punt gesteld, voedselbevoorradingsveiligheid. Dan is er opnieuw door het Nationaal Crisiscentrum is er overleg met wat men noemt de kritische sectoren en met name de kritische infrastructuur. Dat gaat over kritische infrastructuur in transport, energie, financiën, watervoorziening, drinkwatervoorziening, digitale voorzieningen en nog een paar. Dus het Nationaal Crisiscentrum is nu al sinds een aantal dagen aan het monitoren. Wat gebeurt daar mogelijk qua afwezigheden? Is er in al deze kritische sectoren een continuïteitsplan? Daar zijn we mee bezig. Overigens, het Nationaal Crisiscentrum vraagt ook aan alle federale overheidsdiensten om voor de sectoren die verantwoordelijk zijn te komen met continuïtiteitsplan. Dat is allemaal aan het lopen. We hebben ook al vergaderd met de werkgevers. Dat betekent dus dat jullie wel wat verwachten?
Wel, je moet, ja, je weet, men zegt je moet het beste hopen, maar voorbereid zijn op het slechtste. Maar het is blijkbaar wel alle hens aan dek. Jawel, wij hebben de voorbije dagen daar echt aan doorgewerkt. Hè. Dus, want zelfs het leger zou terug aangesproken worden. Wat zeg je? Zelfs het leger zou terug ingezet. Ja, ik heb inderdaad aan Ludivine de Donder, de minister van Defensie, gevraagd vorige week of we kunnen rekenen op het leger, indien het nodig zou zijn voor personeelstekorten in de ziekenhuizen. Zij heeft daar voor het leger heel positief op gereageerd. En de afspraak is dat we vanuit de ziekenhuizen gaan oplijsten wat zijn de functies waar we eventueel beroep zouden willen doen op het leger. We gaan dat liever niet doen. Maar we zijn dat aan het voorbereiden, mocht het nodig zijn. Overigens, dus vrijdag heeft het comité dat allemaal bestiert, ja. Dat is het HTSC-comité, dat comité dat heeft vrijdag een brief gestuurd naar alle ziekenhuizen met 3 scenario's. En de ziekenhuizen moeten in functie van die 3 scenario's, waarbij ook een heel slecht, moeten continuïteitsplannen opmaken. Gisteren hebben mijn raadgevers doorvergaderd daarover. Deze voormiddag zitten ze ook samen. Ik hoop dat we heel snel met de ziekenhuizen gaan echt een afsprakenkader hebben voor wat doen we wanneer het heel slecht gaat. En dan is het niet alleen de mogelijkheid dat Defensie komt helpen, maar dan gaat het ook over afspraken die niet zo eenvoudig zijn tussen ziekenhuizen. Over waar stuur je patiënten naartoe? Is daar een zekere taakverdeling? Dus dit is aan het lopen, maar continuïteitsplannen in ziekenhuizen, het bestaat natuurlijk. Het komt erop aan van ze te actualiseren. Ja. En als ik mag, heel positief, onze huisartsen in Vlaanderen, Domus Medica, die hebben al een plan uitgewerkt. Dat is zeer gedetailleerd, dat is een sterk plan en dat geeft toch vertrouwen, vind ik. Ik heb nog 2 korte vragen voor u. Eén, terug naar die coronabarometer. Mogen we die nu volgende week verwachten? Ik hoop het, ja, ik hoop het. Niet een soort automatische piloot. Ik klink daar misschien toch een beetje anders dan Wouter de Geest, omdat, zoals Wouter dat uitlegde, klonk het bijna alsof je zou kunnen zeggen ja, dat wordt een automatisme, de ambtenaren gaan dat verder uitvoeren. Je zal altijd een beoordeling moeten maken van hoe erg is het met de epidemie en op basis van die beoordeling, die toch een politieke beoordeling is, zeggen welke maatregelen, pakketten worden gelanceerd. Maar zo'n barometer heeft het grote voordeel dat die maatregelenpakketten klaarstaan, bekend zijn, besproken zijn, de sectoren kennen die. Men weet waar men zich aan kan verwachten. Ja. En dat is hard nodig. Ja. Dat is eigenlijk ook de kritiek die we moeten op onszelf maken over de laatste overlegcomité's. Ja, de voorspelbaarheid was daar zoek. Hè? Ja. Maar dus die coronabarometer zal er dus ooit komen, hè? Want ik denk dat die ook al Als hij er niet komt, vind ik het een echte mislukking, omdat het is de derde keer dat ik deze poging onderneem. Samen met het coronacommissariaat. We hebben op verschillende manieren al pogingen ondernomen om dit voorzichtig, genuanceerd, dus geen automatische piloot, want daar ben ik altijd tegen geweest. En als barometer gelijk staat aan automatische piloot, zeg ik nee. Maar het is de derde keer dat Pedro Facon en zijn medewerkers en ik dat nu proberen. Ga niet gemakkelijk. Ik ben niet zeker dat we lukken. En als we mislukken, ga ik het heel jammer vinden. Dan komt u ook nog maar eens langs. Laatste ding, we gaan zo meteen kijken naar een reportage van een gezin dat zich klaarmaakt voor de rentrée morgen op school en dus het zelftesten. U had de oproep gelanceerd om die zelftesten voor ouders, hè, om dat gratis beschikbaar te maken. Ben Weitz, de minister van Onderwijs in Vlaanderen, zegt daarover heel duidelijk, ja, nee, dat gaan we niet doen. Mondmaskers zijn ook verplicht, die zijn ook niet gratis. Dus we gaan niet gratis aan de zelftest gaan. Hoe kijkt u daarnaar? Kijk, de idee dat je aan de ouders vraagt om de zondag bijvoorbeeld een zelftest af te nemen van schoolgaande jeugd, kwam van de ministers van Onderwijs, maar wij ministers van Volksgezondheid zeiden oké, als je dat toevoegt aan je arsenaal van maatregelen en daardoor voel je je wat vrijer in de klas met betrekking tot quarantaineregels in klassen. Maar omdat je zegt, we vragen aan de ouders van de zondag te testen, dat vormt dan een geheel. Ja, onze reactie was, dat is een goed idee, maar ik ga er natuurlijk vanuit als de ministers van Onderwijs dat voorstellen, dat er ook wordt nagedacht over hoe promoot je dat, hoe maak je daar campagne rond, hoe overtuig je ouders. Het is niet zo evident, hè? Om het te doen is niet evident. En inderdaad, dat kan voor sommige mensen wel wat geld gaan kosten. Vandaar dat ik wel vind, maar wie ben ik, hè? Maar ik vind wel... De federale minister van Volksgezondheid. Maar ik vind wel dat als je dat vanuit het onderwijs lanceert, dat je dan toch ook zou moeten werken aan campagnes, ondersteuning, eventueel met lokale besturen, om ouders echt te overtuigen, te helpen, maar ook financieel. Het kan toch een issue zijn? Er zijn nu op dit ogenblik al 4 miljoen zelftesten verkocht bij apotheken.
bij apotheek. Ik spreek niet over de super. Van die 4 miljoen is, ik schat, ergens 800.000 of meer zijn verkocht aan 1 euro. Dat hebben wij gedaan. We hebben dus een goedkoop systeem bij apotheken. 1 euro voor mensen met lage inkomens. Maar ik kan me inbeelden dat dat voor gezinnen uit de middenklasse misschien niet echt het antwoord is. Want zij komen niet aan die regeling voor die 1 euro. Maar op den duur begint dat toch wat aan te tikken. Ik vind dat iets waar lokale besturen met hun flankerend onderwijsbeleid, maar ook onderwijsautoriteiten, toch moeten over nadenken. Ja, terug naar Ben Weitz. Hartelijk dank alleszins en tot de volgende. Graag gedaan. Zou ik zeggen, Frank van den Broek. Ja, en daarmee zitten we bij de scholen, hè, want die gaan inderdaad weer open morgen na een verlengde kerstvakantie voor lager- en kleuteronderwijs. En net nu de besmettingscijfers door het dak gaan. En aan de ouders wordt wel degelijk gevraagd om hun kinderen elke zondag te testen. Maar uit een bevraging van het Nieuwsblad blijkt dat amper 8% van de ouders vast van plan is om dat ook te doen. En Ferre Windij die ging op bezoek bij Sabine en Michel Bogaerts, mama en papa van een kroost van 7, van lager tot hoger onderwijs. En ook daar zijn ze nog niet helemaal overtuigd van die test op zondag. Dus de grote gaan de kleinere wat helpen. Alsjeblieft, Michel. Ik had die vragen direct s'avonds aan mijn man gesteld. En hij zei eerst van, goh, dat zie ik eigenlijk niet goed zitten, financieel. En hoe gaan de kinderen daarop reageren? Ja, dat kost in de gewoon grootwarenhuis €3,50 voor een test. Dus voor ons gezin zou dat op weekbasis op €30 komen. Wij werken alle twee. Ik heb nog een bijjob, mijn vrouw heeft ook nog een bijjob. Dus sowieso, wij vallen in een hogere schaal. Dus die tegemoetkoming zal bij ons niet van toepassing zijn. Als je met je Swiffer in de neus bent gegaan, dan ga je het stokje hierin steken. Het is voor ons geen definitieve nee. Bij ons gaan er twee voorwaarden zijn. Hoe de kinderen gaan reageren bij de testafnames en wat er gaat beslist worden voor eventuele compensaties. We gaan het vlug doen, ja? 1, 2, 3. Gaan we wachten. Voilà, iets gedaan. Maya, blijf zitten. Dat die pijn en dat prikte, maar dat viel mee, maar dat is gewoon verschiet omdat dat voor de eerste keer is. Maar ik kan dat niet in mijn eigen neus steken. Dan moet papa jou helpen. Ja, we hebben het bij iedereen geprobeerd. Het is al bij al goed gegaan, buiten eentje, die wat absoluut niet. Gelijk een zwangerschapstest. Ja, zoals ik het zie, dat is allemaal negatief. Allee, dan kunnen jullie terug allemaal maandag naar school. Hè. Ja, niet evident dus. Hè. Vanavond in veel gezinnen voor echt, al is dat niet voor elk gezin even makkelijk haalbaar. Christophe de Boever, goedemorgen van Pelicano, een stichting die zich inzet tegen kinderarmoede. Minister van Onderwijs Ben Weitz was helder. Er komen geen gratis zelftesten. Er zijn wel mensen die in aanmerking komen voor die 1 euro zelftesten. Daar had minister Van den Broeke het ook net over. Zal dat voldoende zijn voor wie het al krap zit? Goedemorgen. Nee, wij denken van niet. Hè, omdat de uitspraak van de minister is een begrijpelijke uitspraak. Hè, dus iedereen draagt een mondmasker, dus ook dat moet betaald worden. Dus iedereen zal ook wel een zelftest kunnen kopen. Dus noods dus die gezinnen die in aanmerking komen om de zelftest te kopen aan 1 euro. Maar wij bij Stichting Pelicano zijn voornamelijk actief in de gezinnen met schrijnende kinderarmoede. Dus gezinnen die het echt financieel absoluut niet breed hebben. Dan is 1 euro nog te veel. Ja, absoluut. Dus 1 euro is heel veel in die mate dat wij zelfs vrezen dat die gezinnen gaan moeten kiezen tussen een zelftest of een boterham voor hun kinderen om mee te geven naar school. En dat is voor ons wel belangrijk, omdat Stichting Pelicano altijd ijvert dat ook kinderen in armoede steeds volledig naar school kunnen gaan. Ja. Dat het dus inderdaad geen keuze wordt. Er werd ook gezegd, ja, misschien kunnen OC&W's een oplossing bieden, lokale besturen. Rekent u daarop?
Wel, ik heb het ook juist gehoord van minister Van den Broeke dat ook hij dat, of dat idee genegen is. Dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Hè? Dus als wij OC&W's en lokale besturen gaan betrekken in het feit. Nu, zij zouden bijvoorbeeld ofwel kunnen tussenkomen, ofwel een oplossing voorzien dat gezinnen in kansarmoede hun kinderen kunnen langsturen, bijvoorbeeld naar een OC&W of een lokaal bestuur, om daar een zelftest af te nemen. Of zou het beter zijn dat het gewoon op de scholen wordt gedaan, dat het niet bij de ouders wordt gelegd, die verantwoordelijkheid? Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar als we dat aan de school opnieuw vragen, de school heeft momenteel al heel wat extra opdrachten gekregen naar aanleiding van de coronapandemie. Als we dat op school nogmaals vragen, een zelftest afnemen is geen sinecure. U hebt het juist ook gezien in de reportage. Dus als dat kleinere kinderen zijn, een neustest is niet zo evident. Dan is het misschien eenvoudiger om een test te doen via de mond. Dus voor school komt daar toch wel heel wat bij kijken. En ik weet niet of dat zij... in staat zijn om ook dat logistiek te gaan organiseren. Ja. Dus inderdaad, u kijkt naar de overheid toch, hè, om dat misschien toch nog te herbekijken, al dan niet op lokaal niveau. Benieuwd hoe dat nog zal lopen, er is al nog veel over gezegd worden. Christel de Boever van Pelicano, dank je wel. En dan misschien inderdaad eens kijken naar die scholen zelf. Hè, naar Kathleen van Lemmessen, directeur Vrije Basisschool, de leertrommel in Opwek. Goedemorgen. Verwacht u veel geteste kinderen? Want Lieven zei het daar straks ook al. Hè. Nieuwsblad Rondvraag leert dat slechts 8% van de ouders op dit moment volmondig ja zegt. Hè. We gaan het altijd elke week doen. Wat verwacht u morgen? Ik denk dat elke school een weerspiegeling is van de ideeën in de maatschappij. Dus dat zal bij ons denk ik niet anders zijn. Alhoewel ik wel denk dat er ook een verschil is met het publiek van een school. Hè. Dus dat we daar ook verschillen in zien, wat meneer de Boever ook daarjuist gezegd heeft. Scholen met heel veel kansarme kinderen, daar zal het misschien een andere weg uitgaan. Ik weet het niet, dan bijvoorbeeld scholen waar daar minder kansarme kinderen zitten. Had men het gratis toch moeten voorzien dan om meer mensen over de streep te trekken? Ik denk dat het een verschil zou gemaakt hebben, maar ik denk niet dat het een heel groot verschil zou maken. Ik denk dat er vooral bij ouders bezorgdheden zijn. In die zin, één, het op zich doen. We hebben het er juist gezien bij die kleine kinderen. Ik denk dat een hele opdracht kan zijn bij verschillende kinderen om dat voor elkaar te krijgen. Maar de grootste bezorgdheid is volgens mij dat mensen schrik gaan hebben van als we het niet doen... Komt er een moment dat de scholen moeten zeggen dat mogen de kinderen niet naar school komen. En ik hoop dat dat in allen tijden niet zal gebeuren. Is er het idee dat jullie ook die zelftesten zouden voorzien? De zelftesten voorzien is financieel op dit moment niet haalbaar. Als ik voor mijn eigen school kijk, zitten we om en bij €8.000 per maand als we dat voor elk kind zouden moeten voorzien. Want de minister zegt van oké, de mondmaskers zijn verplicht, dat doen de ouders ook. Maar ik nodig hem uit om eens te komen kijken hoeveel doosjes mondmaskers ik wel uitdeel aan gezinnen waarvan ik weet dat het toch wel moeilijk is. Anderzijds hebben we dan ook zelftesten op school uitvoeren. Dat vind ik helemaal een no-go. Ja, logistiek. Als kinderen toekomen, logistiek enerzijds, maar als kinderen toekomen op school, om dan die zelftesten te doen, is het eigenlijk al te laat. Ja. Hè? Nu, zijn ze al binnen. We horen dus dat er wel wat schroom is bij ouders van die zelftesten. Elke week gaan we dat wel doen. We zagen ook van het weekend begon de vaccinatiecampagne voor kinderen. Hè. Onder meer in de Zoo van Antwerpen waren ze toch wel talrijk aanwezig. Verwacht u daar wel meer enthousiasme voor? Nee, toch niet. Ook niet? Ik heb met zeer veel ouders gesprekken over die vaccinatie, ook over de bezorgdheid die daar rondhangt. En vooral die bezorgdheid van... Komt er een moment dat die vaccinatie op school zal gedaan worden of verplicht worden? Dat is een zeer grote bezorgdheid bij ouders. Ik denk ook dat dat een bezorgdheid is bij directeurs of bij scholen aan zich. Wij willen daar eigenlijk niet in tussenkomen. Dat is een beslissing van ouders die buiten de school moet gehouden worden. Wij willen ook kinderen niet stigmatiseren. Het is uiteindelijk een keuze van ouders, een beslissing van ouders. En daar willen wij toch echt aan allen tijden van tussen blijven. Ja. Beloven dan spannende tijden voor u te worden als we inderdaad allemaal ook de besmettingscijfers zien en hier hoorden dat er volop noodplannen worden gemaakt. En dat zal wellicht voor onderwijs niet anders zijn. Mag ik u toch een goede rentree wensen morgen na hopelijk toch een deugdoende kerstvakantie. Kathleen van Lemmes van Vrije Basisschool, de leertrommel, dank je wel. Dank je wel.
Hey, ik ben Jan, marketingdirecteur bij blockchainbedrijf Venly. En ik kom straks naar de zevende dag uitleggen wat een NFT is. Wist je trouwens dat je een digitale hond als NFT kon kopen? Wel, vertel er straks meer over, maar eerst deze niet-digitale hond uitlaten. Tot zo. Hallo, ik ben Chris Michel, ik ben journalist en ik maakte een driedelige documentaire over het leven van prinses Delphine van Saxen-Coburg. Die reeks start nu woensdag op 1 en ik kom er straks meer over vertellen. Goedemorgen, ik ben Eva Goossens, professor verplegingswetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Zo dadelijk vertrek ik naar de zevende dag om er in gesprek te gaan over de organisatie van onze zorg. Vandaag en morgen, maar meer nog met het oog op de toekomst. Ik wou alle mooie kanten van het jong zijn en het meisje zijn in dat nummer stoppen. Maar daarbij hoort heel vaak het gevoel van je heel fragiel te voelen. En soms zelfs heel onveilig. Zing ik Meisje van Honing van Niemand Meer Bang. Het vuur in haar ogen wil zo graag geloven dat het anders kan. Voor de meisjes van Honing, de meisjes van glas. Goedemorgen, Pommelien Thijs. Welkom. We plukten dit van je Instagram-pagina, een stukje van de clip van je single met een boodschap erbij. Laten we het eerst eens over de muziek hebben. Wat een echt mooie eerste solo-single. Daar moet je het heel trots op zijn. Dank je wel. Ik ben er blij mee. Ik heb er hard aan gewerkt. Ja, je hebt er hard aan gewerkt, maar je hebt het ook meegeschreven. Ja. Is dat de weg die je wil uitgaan? Absoluut. Ik vond het heel erg leuk om het zelf ook zo van A tot Z te mogen meemaken. Dus echt van het schrijven tot de beelden en de visuals en het verhaal erachter. En ik heb lang gezocht naar zo'n eerste verhaal of wat over mij zou... Wat is nu ik als ik muziek uitbreng? En daar is Meisjes van Honing uitgekomen. Ja, want dan zijn we bij het verhaal. Hè. Wat is het verhaal dat er per se uit moest? Goh, het is iets wat mij gewoon op dagelijkse basis... En ik denk heel erg veel vrouwen, of mensen die zich vrouw voelen, mannen ook trouwens, bezighoudt als wij soms zaken zien als Bart de Pauw of Julie van Espen. Dat zijn dingen die dat soms echt ja. maanden mee mensen in hun hoofd... Of betogingen in betogingen. Brussel. Het, is, ja. het leeft zo onder de mensen zoals het zou moeten. Maar ik vond dat heel belangrijk, omdat eerst een groot deel van ieder jong persoons ja. leven, oud persoons leven. En ik wou een beetje die beide kanten tonen. Ik zing Meisjes van Honing en dan denk ik aan alle mooie kanten. En aan dat fier zijn op het vrouw zijn. Waar de bijtjes ook op afkomen. Ja, de bijtjes ook op afkomen. Het was niet doordat ik honing had op mijn gezicht. Maar die prikken wel, hè? Ja, die prikken wel. Dat klopt. Ik ben voor de videoclip meer dan een uur onder de levende bijen gaan staan. Ik dacht, de boodschap een beetje kracht bijzetten. Ja. En de keerzijde is dan Meisjes van Glas. De keerzijde is dan Meisjes van Glas. En dat is dan niet dat twee aparte vrouwen zijn in mijn hoofd of zo. Maar ik denk, als ik zeg Meisjes van Honing, dan kan elke sterke vrouw die ik beschrijf als honing en zoet en mooi ook denken aan situaties waarbij dat die zich heel breekbaar voelen of heel fragiel. Maar die twee kanten kunnen samen bestaan. Maar dat leeft wel heel erg, hè, want je hebt tegenwoordig heel veel jonge vrouwelijke singer-songwriters in Nederland, in Vlaanderen. Maar ik denk ook aan Billie Eilish, aan Angèle. Het gaat allemaal vaak over fragiliteit. Hè? Ja, maar ik wil ook niet dat het... Het hoeft niet fragiel, hoeft ook niet slecht te zijn. Het is of zo. Ook hoopvol wel. Het is hoopvol voor mij, zeker. En het is meer een erkenning of een hart onder de riem dan iets anders. Ik zie fragiel zijn of dingen zeker niet als iets slechts. En dat is ook gewoon iets heel krachtigs aan het ja. meisje zijn. Nu, het gaat echt heel snel voor jou. Hè. Je bent nog maar 20 jaar en vorig jaar had je al een megahit met Nu Wij Niet Meer Praten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, samen met de Nederlander Jaap Reesema. Maar alle jonge mensen kennen je zeker hiervan. Alle jonge mensen in Vlaanderen kennen dat, de Catnet-serie, hashtag Like Me. Een beetje een soap, ik bedoel dat niet denigrerend, maar waarin vooral de muziek ontzettend belangrijk is. Wat is het unieke van de muziek in die serie? Ja, wij brengen allemaal nummers die
10 jaar oud zijn, op zijn minst. Dus sommigen zijn zelfs nog ouder. En wij steken die eigenlijk in een nieuw jasje. Het zijn allemaal Vlaamse of Nederlandse klassiekers. Ik vind dat ook altijd heel grappig om te testen, want ik test hoe oud ze zijn door bij de generaties langs te gaan. Dus als mijn ouders het niet kennen, dan ga ik naar mijn grootouders, ga ik naar mijn overgrootmoeder. Dus het gaat echt tot heel lang terug, van echt soms heel erg oude nummers die we dan volledig nieuw brengen. En daar zijn ook de ouders en grootouders door gecharmeerd, hè? Ja, dat is heel erg leuk op optredens om te zien hoe dat er dan meerdere generaties staan mee te zingen. En de reeks gaat nu ook geweldig internationaal. Ja, klopt. We zijn in 12 landen verkocht, denk ik. Dat was ook heel grappig, want wij wouden zelf de zang nog voor onze rekening nemen. Wij wouden nog zelf inzingen, maar dat moesten native speakers zijn. Dus de hele originele cast is op casting gegaan om onszelf te mogen zingen. Okay, ja. En we zijn er dan uitgehaald omdat we het meeste klonken als het origineel. Dus dat was gelukkig dat maar. Maar dus dat betekent ook een internationale carrière. Moet je je soms in de arm pitsen om te zeggen van, is this really happening? Het gaat soms heel erg snel. En het is meer dat ik er goed bij stil wil staan en echt ervan wil kunnen genieten, want het zijn mooie dingen die we mogen doen. Ja, dat is juist. En we wensen jou dan alle succes daarbij toe. En wij gaan u zelf ook genieten, want we gaan graag luisteren naar die nieuwe single Pommelien Thijs en Meisjes van Honing, Meisjes van Glas.
En dan terug naar de niet altijd even mooie coronarealiteit. In Nederland treedt van de week de regering Rutte 4 aan. En die moet meteen vol aan de bak over corona. Want Nederland zit al sinds 19 december in een volledige lockdown. Winkels en horeca dus gesloten. En nu is de vraag of die lockdown verlengd of versoepeld wordt. Want ook bij onze noorderburen slaat Omicron hard toe. En ik kan daarover praten met Ab Osterhaus, Nederlands viroloog. Goedemorgen, meneer Osterhaus. Om te beginnen, heeft die harde lockdown van de voorbije 3 weken, heeft die ook gewerkt? Ja, goedemorgen. Inderdaad, ik denk dat die gewerkt heeft. We zien op het ogenblik in ieder geval de ziekenhuisopnames duidelijk dalen. Alhoewel, we zien de verspreiding van het virus wel omhoog gaan. En dat heeft waarschijnlijk toch te maken met de feestdagen die we gehad hebben. En toch de ongehoorzaamheid van mensen in Nederland die zich niet helemaal aan de regels gehouden hebben. Maar je ziet natuurlijk bij ons ook met een veel soepeler beleid hetzelfde beeld. De ziekenhuisopnames, intensieve zorgen, fel gedaald. Maar nu weer die explosie van Omicron. Kun je dat dan eigenlijk toeschrijven aan die harde lockdown? Of was dat er misschien een beetje over? Nou, er is natuurlijk wel over gespeculeerd dat Nederland eigenlijk het braafste jongetje van de klas was. Dat wil zeggen, we zijn als enige hebben we een lockdown ingevoerd in Nederland. En dat heeft te maken met het feit dat in Nederland we heel laat met die boosterentingen begonnen zijn. Veel later dan bijvoorbeeld in België. En die boosterentingen, daarvan weten we dat die in ieder geval tegen die Omicron-variant ook zo'n maand of 3 goede bescherming geven. Dus ik denk het feit dat België daar veel eerder mee begonnen is, dat tot gevolg heeft gehad dat bij ons in Nederland de problemen veel groter zouden zijn. En daardoor was het noodzakelijk om zo'n lockdown in te voeren. Daar komt nog bij dat in Nederland ook het aantal beschikbare ziekenhuisbedden ten opzichte van het deel van de bevolking wat je bekijkt, dat veel kleiner is dan in België en in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Nu, het wetenschappelijk comité in Nederland moet nog een advies geven. De regering zal dan eind volgende week beslissen. Wat denkt u, wat zou het moeten worden? De lockdown versoepelen of de lockdown verlengen? Ik denk dat het moeilijk te voorspellen is. Er is natuurlijk een enorme druk vanuit de maatschappij. Ik denk als we bekijken wat er in andere landen gebeurt, en met name als we kijken naar de Verenigde Staten, als we kijken naar Denemarken, als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk, dat zijn natuurlijk allemaal landen die ons voorgegaan zijn. En ik denk dat we daar nadrukkelijk de vinger aan de pols moeten houden. We zien in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland, toch, en ook in Denemarken, zien we toch de ziekenhuisopnames weer omhoog gaan. En ik denk dat ondanks het feit dat wij toch een inhaalactie aan het doen zijn in Nederland met de vaccinatie, met de boostervaccinatie, dat we toch heel voorzichtig moeten zijn met het loslaten. Daar komt bij dat ook de scholen weer opengaan maandag, morgen. Ja. En dat betekent dus dat daar weer een grote druk van het virus van zal komen. Dus we verwachten in ieder geval een stijging. We weten dat het virus veel sneller rondgaat dan de Delta-variant en de eerdere varianten. Maar we weten ook dat die minder ziekte veroorzaakt. Ja. We hebben dat gezien op het ogenblik hebben we dat gezien in die landen die ik net noemde, waar dus wel minder ziekenhuisopnames zijn. Maar het zijn voornamelijk de kwetsbare patiënten die toch in het ziekenhuis komen. En als je dus wel veel minder ziekenhuisopnames krijgt, maar je krijgt dat in een veel kortere periode in plaats van 3 maanden krijgt in 3 weken, dan kunnen onze ziekenhuizen het niet aan. Dus dat wordt een hele moeilijke afweging. Ja. Nu, in Zuid-Afrika, waar de variant het eerst is echt vastgesteld, zeggen ze nu, we zijn eigenlijk de fase van de epidemie wellicht stilaan voorbij. We komen in een fase dat we echt kunnen leren leven met corona. Zijn wij al zover of moeten we toch nog voorzichtiger zijn? Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. Want met name als je kijkt naar Zuid-Afrika, waar men over de top heen lijkt te zijn, daar zijn hele andere condities. Daar heeft het virus veel sneller, is het virus zelf, ook de Delta-variant, de andere varianten, zijn veel sneller rondgegaan, omdat de vaccinatiegraad heel laag was. Dus er is veel meer immuniteit in de bevolking wat dat betreft. En daarnaast is het zo dat de bevolkingsopbouw ook heel anders is dan bij ons. Er zijn veel meer jonge mensen, veel minder oude mensen. En we weten dat de jonge mensen veel minder ziek worden. Dus vinger aan de pols, met name kijken wat gebeurt er in Denemarken, in het Verenigd Koninkrijk. En dat zal uiteindelijk bepalen wat de maatregelen zouden moeten zijn. Oké, dankjewel. Ab Osterhaus en die regering begint dus van de week en zal allicht vrijdag een beslissing nemen. Dankjewel. Graag
gedaan. Ja, en dus heel hard uitkijken voor wat er in de ziekenhuizen gebeurt en dan met name op de afdelingen intensieve zorg. Veel twijfel en ook wat angst voor de Omicron-tsunami is er ook bij ons. En daarom kreeg Steven van Gucht, de woordvoerder van het wetenschappelijk adviescomité GEMS, uitgebreid het woord tijdens de persconferentie na het overlegcomité vorige donderdag. Hoewel we er een stuk beter voor staan dan, vorig jaar, is het zeer duidelijk dat de komende weken en de komende maanden dat we nog moeilijke momenten zullen hebben. Wij zullen in de komende dagen en de komende weken waarschijnlijk records breken. 30.000, 50.000 zijn allemaal dingen die binnen de mogelijkheden zitten. We verwachten dat de piek van het aantal besmettingen ergens kan bereikt worden half januari. Met een vrij brede variatie, gaande ergens van tussen 30.000 tot 125.000 besmettingen per dag. Ik denk dat we mogen stellen dat de vijfde golf ondertussen is begonnen. Laten we eerlijk in zijn, deze cijfers die gaan enkel nog maar omhoog gaan. En we gaan waarschijnlijk dag na dag dagrecords gaan vinden. Wat dat betekent voor intensieve zorgen, is op dit moment nog heel moeilijk in te schatten. Ja, en bij ons aan tafel Margot Kloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro, professor Frank Vermaassen, hoofdarts UZ Gent. En aan de andere kant van de tafel Eva Goossens, professor verplegingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De voorspellingen die zijn er niet naast, zeg maar. De cijfers van de week ook niet. Hè. Tot 28.000 besmettingen afgelopen dinsdag. Ziekenhuisopnames stijgen ook. Margot Kloet, is de Omicron-tsunami nu volop begonnen? Ja, ik denk dat die zeker volop begonnen is, maar er zijn nog heel veel dingen die we niet weten. Wat we zeker weten, is dat er een explosie is van het aantal besmettingen. Wat we niet weten, is hoe dat de cijfers in de ziekenhuizen zal beïnvloeden. De voorspellingen gaan van opnames tussen 600 patiënten en 1200 per dag. Dat is toch wel een heel groot spectrum, bij wijze van spreken. En ook een totaal van 5500 tot 10.000 patiënten. Ja. En men kan ons ook niet zeggen, de goede biostatistici die we in dit land hebben, kunnen ons niet zeggen hoeveel mensen wellicht op intensieve of op hospitalisatiebedden zullen terechtkomen. Dat is inderdaad ook zeggen bij die cijfers, dat heel moeilijk in te schatten valt, professor Vermaassen. Soms wordt ook wel eens gezegd dat dit misschien de golf zal zijn dat het minst impact zal hebben op die intensieve zorg en net veel meer op eerste lijns en op andere aspecten van het ziekenhuis. Dat is inderdaad een beetje wat we verwachten. Omwille van het feit dat enerzijds er minder mensen ten opzichte van het totale aantal besmettingen in het ziekenhuis terecht zullen komen. En van degenen die in het ziekenhuis terechtkomen, er ook minder op intensieve zorg terecht zullen komen. Maar ik wil het heel een beetje in perspectief plaatsen. Hè. Ik bedoel, dit zijn natuurlijk voorspellingen met heel brede marges. En als men spreekt van tussen de 30.000 en de 125.000 besmettingen, ja, dan wil dat zeggen dat zowel 30.000, waar we nu al aan zitten, als 125.000 heel weinig waarschijnlijk zijn. Ja. Ik heb begrepen dat er 8.000 gewone covid-bedden klaarstaan. Is dat voldoende, denkt u? Wel, het probleem is een beetje, wat is covid-bedden klaarstaan? Ik bedoel, die bedden worden niet als dusdanig gelabeld. Hè? Die zijn er niet. Dat is een beetje artificieel natuurlijk. We hebben altijd gezegd dat we de ziekenhuiscapaciteit optimaal moeten benutten voor covid-patiënten, zowel als voor niet-covid-patiënten. En ik blijf dat belangrijk vinden. Dus elke covid-patiënt moet een bed krijgen, ja. En kunnen er 8.000 in de ziekenhuizen? Ja. Ik bedoel, zal dat invloed hebben op de andere zorg? Ook ja. Nu, we hoorden het al, ook de besmettingen die zitten overal natuurlijk ook bij het ziekenhuispersoneel. U lanceerde van de week 15% al, zeker bij het personeel. Ja, dat personeel staat zelf ook voor een eigen besmettingsgolf en ondertussen ook wat zich afspeelt in het ziekenhuis. Zeer zeker. We zien inderdaad dat we op zich wel voorbereid zijn op hetgeen wat er nu komt. We hebben al anderhalf jaar wel wat geleerd hoe we kunnen schuiven met personeel, hoe we toch wel kunnen zorgen voor voldoende capaciteit. Maar we staan inderdaad ook daarvoor een deel onzekerheid. Hoe gaat die uitval die er nu al is en die inderdaad variabel per sector en per regio varieert tussen de 10 en de 25%, gaat die zich nog doorzetten? En vooral niet alleen op intensieve zorgen, maar ook in die thuiszorg, in die huisartsenpraktijken enzovoort, is het wel moeilijk in te schatten hoe groot die uitval dan nog gaat zijn. Ja, want de kans bestaat toch ook dat er mensen met een besmetting, maar zonder symptomen, op dit moment gewoon bij u aan de slag zijn. Dat velen het gewoon niet weten. Er wordt ook veel minder getest.
Ja, dat is zo. Hè. Daarom is het ook ontzettend belangrijk om voldoende beschermingsmaatregelen te nemen en afstand te houden daar waar het mogelijk is. Ik denk ook dat er een aantal mensen zullen moeten thuisblijven omwille van het feit dat ze geen kinderopvang gaan vinden, dat de scholen sluiten of dat er klassen gaan sluiten enzovoort. Dus laat ons nog geen paniek zaaien, maar laat ons toch voorbereiden op dat scenario. Ja. Maar en is het dan een goede of een slechte zaak dat mensen met hoog risicocontacten, maar die geen symptomen hebben, zich niet meer moeten laten testen en niet in quarantaine moeten? Ik vind dat op zich een slechte zaak, maar het is wel een maatregel die nodig is gebleken om het systeem haalbaar te houden. Is dat een goede maatregel? Nee, het is het slechtste kiezen uit de slechtste werelden die er op vandaag bestaan, ook om de eerste lijn te ontlasten, de laboratoria enzovoort. En ik ben er ook zeker van dat wij met de ziekenhuizen, met de woonzorgcentra, ervoor zullen zorgen dat die mensen voldoende beschermd worden. Maar gezien de wetenschappelijke kennis die er is rond Omicron en hoe snel dat dit gaat, ja, denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn en dat als dit heel vlug gaat evolueren, zou ik toch wel het overlegcomité en de regeringen willen oproepen om ook heel snel maatregelen te nemen om de zaak een beetje trager te laten evolueren. In Nederland zegt men eigenlijk personeel dat geen symptomen heeft in ziekenhuizen, maar toch besmet is, om die toch gewoon aan de slag te houden. Ja, ik denk dat het belangrijkste is twee zaken. Het eerste, dat we de ziekenhuisomgeving veilig houden. Dat is één zaak. Twee, dat het voornamelijk de personen zijn die nu in quarantaine gezet worden, maar die niet besmettelijk zijn en niet ziek zijn, dat we die wel aan het werk krijgen. Of we dan de personeelsleden die besmet zijn en niet ziek zijn of geen symptomen hebben, ook aan het werk moeten zetten, ja, dat is een beetje een andere vraag. En veilig houden, kan dat ook door bezoek te beperken, zoals UZ Jette vanaf morgen doet? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat de maatregelen voor wat het bezoek betreft inderdaad eventueel aangewezen zijn, maar die worden overal ook genomen. Bezoek verbieden zouden wij nooit doen. Ja. Nu, er is al veel uitval. Vraag is ook, hè, we zijn het nieuwe jaar ingestapt. We gaan naar een verplichte vaccinatie voor het personeel tegen 1 april. Tot dan moeten ze testen doen en zo. Verwacht u daar ook uitval van, namelijk van personeelsleden, zeker misschien in het Brusselse, die gewoon niet meer zullen komen? Je ziet heel veel variatie, hè? Zowel inderdaad qua regio, Vlaanderen, Brussel, Wallonië, als ook de setting. Hè? Als we kijken naar de vaccinatiegraad bij ons zorgend personeel, die zowel in al directe zorg staat als niet, dat daar een grote variabiliteit is tussen woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Mogelijk gaat dat inderdaad die uitval nog een stukje vergroten, maar het is ook daar wat koffiedik kijken hoe groot dat zal zijn. Ik denk dat alle partijen maximaal nog altijd trachten om hun personeel te overtuigen om inderdaad toch te kiezen voor de vaccinatie. Ziet u daar toch bewegingen in die cijfers? Zijn er toch nog te overtuigen? Men blijft daar wel op inzetten vanuit de ziekenhuizen om inderdaad het personeel daarop te blijven sensibiliseren in de mate dat dat inderdaad mogelijk is. We beginnen nu aan een nieuw tijdperk waarin inderdaad vanaf januari men wel nog kan actief zijn, maar om de 72 uur moet getest worden. Dat brengt financieel en logistiek uiteraard een hele activiteit mee. Voor hebben jullie al zicht op de gevolgen daarvan? Zal dat leiden tot nog meer personeel dat je zelfs op den duur gaat moeten ontslaan? Ja, nu, ik denk enerzijds de vaccinatiegraad in Vlaanderen is redelijk hoog. En in die zin denken wij dat het belangrijk is dat de totale bevolking heel snel gevaccineerd geraakt en dat we niet meer, dat is ook voortschrijdend inzicht, we hebben heel hard gepleit voor het verplicht laten vaccineren van zorgpersoneel. Maar eigenlijk denk ik op het moment dat we nu zitten dat er een debat moet gevoerd worden over het vaccineren, het verplichte vaccinatie van de totale bevolking. Waarbij je natuurlijk... Dat debat heb ik de indruk. Ja, wel. En ik denk, daar meer over gepraat dan nu. We voeren die debatten altijd op het moment dat we uit golven komen en dan is het draagvlak daar ook kleiner voor. Maar ik pleit er toch voor om dat nu te voeren. Dat je prioriteit geeft aan bepaalde groepen waarbij je het gaat verplichten. Heel kwetsbare mensen, zorgpersoneel, daar heb ik geen probleem mee. Maar ik denk, zolang dat we dat niet gaan voeren voor heel de bevolking en daar een verplichting gaan opleggen, dan gaan we een soort vicieuze cirkel blijven zitten. Er speelt nu iets anders, want we spreken nu zelfs al over de vierde prik. Hè. Voor ouderen met onderliggende aandoeningen, moet zo'n vierde plicht, moet daar op zijn minst ook aan gedacht worden voor zorgenden? Ja, er worden wat dat betreft op dit ogenblik de eerste experimenten uitgevoerd wat zo'n vierde prik zou aanleveren aan bijkomende bescherming. Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om daar een oordeel over te vellen. Op het moment dat dit nuttig zou blijken of nodig zou blijken, moet men wel zo snel mogelijk dat inderdaad kunnen doen. Maar daar zijn we ondertussen wel klaar voor. We hadden hier ook, ik ging zeggen professor Van den Broek, dat klopt ook, maar het is toch vooral minister Van den Broek tegenwoordig, die wel zo zei van, ja, wij zijn volop bezig met die noodplannen. We hebben 3 scenario's voor de ziekenhuizen, waarbij er een worst-case scenario is, waarbij zelfs het leger misschien moet worden ingezet. Hoe zit het met jullie noodplan en noodscenario's?
Nou, we hebben ondertussen al een beetje geleerd om in te spelen op dergelijke situaties en snel te kunnen schakelen op het moment dat die situatie verandert. En in deze crisis is het zeker en vast ook nodig. Hè? Dus ja, in het Engels zegt men prepare for the worst and hope for the best. Ik denk dat dat een beetje de situatie is waarin we op dit ogenblik ook verkeren. Ziet u het leger terug ingeschakeld worden? Het leger heeft in de eerste fase nuttig werk geleverd in de woonzorgcentra met name. Maar het leger heeft ook geen kamions ziekenhuisverpleegkundigen die kunnen ingeschakeld worden en overal verdeeld worden, denk ik. Kan het nuttig zijn? Ja, maar op beperkte mate. Ja, het kan nuttig zijn. En ik begrijp dat minister Van den Broeke dat ook ziet voor andere functies. Hè, boekhouding, keuken, moest die uitvallen. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat we zakkenverpleegkundigen kunnen leegschudden in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra enzovoort. En dat zal erop neerkomen. En dat is ook wat we aan het doen zijn voor de ziekenhuizen, een goede voorbereiding. Voor de woonzorgcentra ook. En ja, daar waar het zal moeten, zullen we keuzes moeten maken. En zoals weer terug sluitingen of... Ja, als het in, maar ik wil absoluut geen paniek zaaien, hè, maar als we in de worst case komen, zoals in de eerste golf, dan zal er niks anders op zitten dan opnieuw heel hard gaan kijken wie gaan we helpen of wie kunnen we helpen en waar kunnen we dringende zorg geven. En ik wil daar ook dat we vooral dat we kijken naar de COVID-kant, maar ook naar de niet-COVID-kant. En daar zal wellicht een heel ethisch, deontologisch debat over moeten komen, maar ook daarop moeten we ons voorbereiden. Ook al komt dat er hopelijk niet, maar het zal... Misschien maar wel een ethisch debat waarover? Ja, een ethisch debat. En ik denk dat de ziekenhuizen gewoon zijn van dat ook te voeren. De intensivisten zijn dat gewoon. Ze hebben ethische commissies enzovoort. Wie gaan we helpen? Wie gaan we niet helpen? Wie gaan we naar waar sturen? We moeten vermijden dat we opnieuw in een situatie komen waarin dat we ja, zeggen vanuit de woonzorgcentra mogen geen mensen meer naar de ziekenhuizen. Maar dat was eigenlijk niet helemaal correct. Ja. Maar we moeten ons daar wel op voorbereiden. Ik heb wel een enorm déjà vu gevoel. Alsof we weer bij de eerste golf zitten, maar we zijn ja, anderhalf jaar, twee jaar later. Ik denk dat dat inderdaad de teneur is die je in heel veel ja, ziekenhuizen, woonzorgcentra enzovoort hoort. Hè. Kunnen we na een vijfde, zesde, zevende golf nog altijd ons laten overspoelen en er niet op voorbereid zijn? We hebben heel veel ervaring opgedaan. We weten inderdaad hoe we kunnen schakelen. We weten ook waar de balans ligt tussen het aantal beschikbare bedden en het aantal beschikbare personeelsleden. Dat is een realiteit. En als we naar de lange termijn willen kijken, gaan we inderdaad ook die zorgethische debatten moeten gaan voeren. Mag ik eerst nog één vraag op korte termijn? Hoe kijken jullie beiden naar de eventuele vraag voor een vierde prik voor de zorgenden? Ja, ik denk dat ik mij wat aansluit bij collega Vermassen. We hebben net de derde prik achter de rug. Hè. We hebben daar net voor de kerstvakantie denk ik allemaal extra inspanningen voor geleverd om ons zorgpersoneel daar zo snel mogelijk toegang toe te geven. Ik denk dat het de combinatie inderdaad wel is van de blijvende preventieve maatregelen, maar zoals mevrouw Kloet ook zei, de polarisatie van enkel maar een verplichte vaccinatie bij het zorgpersoneel begint eigenlijk toch wel een beetje moeilijk te worden. En mevrouw Kloet, die vierde prik? Ik denk dat we ons daar logistiek moeten op beginnen voorbereiden. En dat we de wetenschappelijke adviezen moeten afwachten, maar dat we dat ik ga ervan uit dat die er komt en dat we ja, in dit land wachten we soms een beetje, net een beetje te lang, dat die er komt. Nu, inderdaad, u zegt van we hebben wel geleerd om personeel te verschuiven, om bedden te herschikken en dergelijke meer. Maar moeten we niet naar een soort reserveleger van personeel, zeg maar, waar we altijd op kunnen rekenen en niet ad hoc, golf per golf? Drie mensen knikken instemmend. Ja. Ja. Ja, ik denk op papier en in theorie is dat natuurlijk het ideale scenario dat maar je reserve daar nog hebt. Maar ben je daar nog niet mee bezig? Wel, ik denk dat de realiteit is, personeelstekorten in de zorg zijn niet nieuw. Ze zijn niet pas sinds de coronacrisis eigenlijk zichtbaar geworden. We worstelen daar al enige tijd mee. Dus ik denk dat we inderdaad ten gronde moeten nadenken hoe we die zorgcapaciteit kunnen vergroten om het volgende jaar de zorg het hoofd te kunnen bieden, maar zeker ook op langere termijn. We moeten nadenken hoe kunnen we complementair aan elkaar zijn binnen bijvoorbeeld de verpleegkundige discipline. Hoe kunnen we optimaal zorgkundige, verpleegkundige specialisten gecombineerd laten werken. Maar toch ook wel hoe gaan we de aantrekkelijkheid van de studie en het beroep vergroten. Het is heel fijn te zien dat er projecten zijn om de zijinstroom te vergroten. Maar we hebben toch ook eigenlijk wel nood aan een andere beeldvorming, zodat ook jonge studenten van het middelbaar kiezen voor deze opleiding. Maar intussen met de mensen die er zijn, een aantal
gewone verpleegkundigen een bijkomende opleiding geven, zodanig dat ze in geval van nood op intensieve zorgen kunnen ingezet worden? Ja, dat moet kunnen, maar dat zal natuurlijk elke tijd keuzes vragen. Hè, want het is niet als die mensen niet op die intensieve staan, dat die met hun handen staan te draaien. Dus dat hoort dan misschien bij die ethische keuzes. Ik ben deze morgen nog eens gaan kijken op de website van de VDAB. Als je kijkt naar het aantal vacatures hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kom ik bijna op 7000 mensen die we zoeken. Ja. Dus we gaan daar ook anders over moeten nadenken. Ja. Wat gaan verpleegkundigen doen? Wat doen artsen? En wat gaan we mensen die een soort logistieke scholing hebben, mogelijk kunnen doen om die verpleegkundigen te ondersteunen? Ik heb begrepen dat daar al over nagedacht is. Hè? Dat er ook voorstellen zijn geweest, ook naar de minister toe, ook over flexibele structuur in het ziekenhuis, dat je tussen intensive care en de gewone afdelingen ook veel meer fluiditeit kan hebben. Professor Van Massen, het is het momentum, zou ik zeggen, maar is er dan politiek geen gehoor voor die verzuchtingen? Wel, na de eerste fase hebben we daar al heel hard over nagedacht. En goed, in veel ziekenhuizen zijn ook stappen gezet. We hebben zelf ook een afdeling opgericht, met eigen middelen eigenlijk, die tussen een gewone longafdeling en een intensieve zorgafdeling instaat. Een afdeling, weet je, een stukje omwille van COVID. Is dat die midcare waar men het over heeft? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bedoel, een stukje omwille van COVID, maar omdat we weten dat respiratoire infecties ook in de toekomst toe steeds belangrijker gaan worden. En dat een dergelijke afdeling sowieso zijn plaats zal hebben, ook in de toekomst. Maar is de politiek mee in dat verhaal van... Daar bestaat nog geen kader of financiering voor. Dat is er is blijkbaar wel al gesproken met de minister van Volksgezondheid ook over hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Maar ik las in een krant, weinig animo. Het probleem is inderdaad natuurlijk dat... politiek en goed, ik begrijp dat voor een stuk ook, hè, maar heel sterk ad hoc reageert. En ook soms... vanuit het virologische minder, dat hebt u ook al aangeklaagd, vanuit de organisatie van de gezondheidszorg. Ja. Ja, zeker. Ik denk, we zien inderdaad dat er ad hoc een aantal initiatieven zijn vanuit ziekenhuizen om een respiratoire infectiologie-afdeling op te richten. Niet alleen voor de COVID, maar ik denk ook met toekomstperspectief op langere termijn. Hè, ook te kijken naar HIV, ebola en andere infectieziekten. Maar dat zijn ad hoc oplossingen. Net hetzelfde als dat de thuisopvolging, de telemonitoring van de COVID-patiënt vaak op initiatieven van de ziekenhuizen gebeuren. En dat we daar toch wel voor een stukje visie en structuur wel missen om dat mee te ondersteunen. Ja. Men zegt ook wel eens, ook de experten zijn te veel gericht vanuit het virologische. Misschien moeten er mensen zoals jullie ook in zitten. U wil daar wel gaan bijzitten bij de GEMS, mevrouw Kloets? Als ik daar de nodige expertise kan inbrengen, natuurlijk. Van maar dat zou misschien nuttig zijn, mensen van... die echt aan de bedden staan? Ja, ik denk dat we dat zouden kunnen doen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om structureel een aantal verbeteringen in het systeem te brengen. Dat is niet wat de GEMS doet. Bijvoorbeeld als we het hebben over het delegeren van een aantal taken van verpleegkundigen naar andere zorgberoepen en zo. Dat is een heel moeilijk debat, ook met die beroepsgroepen zelf. En ik denk dat we een aantal... heilige huisjes in die zin gaan moeten afbreken. Een sterke lijn. Als je de discussie ziet over apothekers die zouden mogen vaccineren en hoe dat... We weten allemaal dat we een tekort gaan hebben aan zorgpersoneel en toch vinden we het moeilijk om een stukje onze autonomie en taken af te staan. We moeten afronden, maar nog één vraagje voor u als arts. We zitten nu in die oplopende, exploderende Omicron-golf. Denkt u, gelooft u, hoopt u dat we na deze golf misschien in de fase van het leren leven met het virus komen? Maar weet je, in Bellewaerde staat zo'n rollercoaster waar je helemaal op het einde nog helemaal omhoog gaat en dan naar beneden stopt en dan stopt hij. Dus laten we hopen dat... Maar dan maak je nog wel een aantal loopings, hè? Ik denk dat dat de laatste is dat je dan het hoogst gaat. Laten we hopen dat dit dus inderdaad die finale jump omhoog is om dan te kunnen landen. Dat we daar ooit gaan komen, dat is zeker, maar... ik hoop dat het binnenkort... Ik heb ook begrepen van de minister dat we allemaal nat gaan moeten worden, maar dan best één voor één. We zullen, zoals we de pretparken in rij dan maar gaan staan. Mag ik jullie alle drie hartelijk danken. En inderdaad, het debat zal nog meer gevoerd worden, ook dit jaar. Maar altijd welkom aan onze tafel. Dank u wel. Dank je wel. En dan de sport, en dat is deze dagen veldrijden. Dat was alomtegenwoordig tijdens de kerstvakantie. En ook dit weekend wordt er gecrossed op het Belgisch kampioenschap in Middelkerken. Net als vorig jaar is dat een BK zonder publiek door de strenge coronamaatregelen. We gaan al even naar Middelkerken bij Karel van Nieuwkerken. Ja, dag Karel. Het wordt de laatste voor Wout van Aert dit seizoen. En
Mm-hmm. Maar ook zijn vijfde Belgische titel, zeker, hè? Ja, die vraag stellen, dat is eigenlijk al een stukje beantwoord, denk ik. Wout van Aert heeft dit jaar 9 crossen gereden, heeft er 8 gewonnen. Eentje niet, daar werd hij 4e, maar daar had hij met serieuze pech af te rekenen. Bij mij zit de organisator, Christophe Imkes van Golazzo. Welkom, Christophe. Ja, ik ga die vraag eens doorspelen naar jou. Is het enkel pech die Wout van Aert van een eventuele vijfde titel kan houden? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik ben niet de enige. Als zelfs Eli Iserbiet en Toon Aerts het zeggen dat hij onklopbaar is, moet een 110% zijn. Dat is het enkel, misschien een kettingbreuk de eerste ronde, een platte band de vierde ronde en nog een valpartijtje de zesde ronde. Maar dat wil ik net zeggen ook. Het zal serieuze pech moeten zijn om hem van een titel te houden. In Hulst had hij serieuze pech en daar heeft hij nog een inhaalrace gedaan die hem naar een vierde plaats heeft geloodst. Maar voor de rest, ja, het is iemand die gemaakt is om te crossen. En dan moeten we niet over een parcours gaan spreken, want hij kan het op elk parcours. Absoluut. Trouwens, in Baal heeft hij ook pech gehad met die schoenwissel. Heeft hij het nog kunnen goedmaken? Ik denk dat Hulst misschien een te smal parcours was. Mm-hmm. Om het nog goed te maken, maar hier, ja, het is op zijn maat, maar elk parcours is op zijn maat natuurlijk. Hè. Dus het zal vooral de podiumstrijd zijn die interessant is. We zien zijn 4 vorige titels passeren en we zien ook de evolutie in de atleet Wout van Aert. Het is een echte ras topatleet geworden, heeft altijd wel wat gehad natuurlijk. Enkel niet bij de jeugd dan was hij een tenger, frail mannetje, maar heeft dan zijn groeischeut gekregen en is uiteindelijk uitgegroeid tot een wereldtopper, zowel in het veld als op de weg. Het parcours, daar is wel een en ander over te doen geweest, Christophe. We zitten in de duinen, we zitten aan de zee op een legerbasis. Mm-hmm. En ik hoorde wel wat kritiek van renners die zeiden van er had wel wat meer zand in gemogen. Ja, maar ik trek me toch vooral op als organisator aan de kritiek of geen kritiek van Wout van Aert gisteren, die ze is komen verkennen, die het een prachtig parcours vindt. Ik denk als je niet echt de overwinning op de voeten gaat geworpen krijgen, dat je misschien zegt dat het parcours niet voor jou is. Maar goed, het heeft echt wel alle elementen. Het heeft echt wel veel zand. We hebben het strand trouwens ook verbreed. Dat zal je straks zien ten opzichte van gisteren. Dus ik vind het een prachtig parcours. Ja, het is een prachtige locatie, ook prachtige site. We zien hier wat dronebeelden van de Belgische kust en van die legerbasis. En we zitten op een legerbasis, dat moeten we ook incalculeren. Er zijn ook beperkingen. Ja, absoluut. Dus enerzijds militaire beperkingen. We mogen niet overal zomaar fietsen. En anderzijds heb je hier ook beperkingen opgelegd door Natuur en Bos, ook volledig te begrijpen. Hier is een beschermd knaagdier, blijkbaar niet de eikelmuis, maar een andere. Hier zijn ook bepaalde plantsoorten die we onaangerept moeten houden. En alle respect daarvoor. En dan heb je nog die storm en zo verder. Dus dat heeft ervoor gemaakt dat we het parcours niet kunnen uittekenen zoals je 100% zelf wil. Maar ik denk dat we er toch in geslaagd zijn iets mooi te maken. Mm-hmm. Wat je niet in de hand hebt als organisator is spankracht. Die gaan we waarschijnlijk niet krijgen bij de mannen-elite. Die hadden we gisteren ook niet bij de vrouwen-elite. Daar hadden we een 13e Belgische titel voor Sanne Kant. En dat is toch wel fenomenaal, mogen we zeggen. 13 keer op rij Belgisch kampioen worden. Internationaal bekeken doet 1 iemand beter. Katie Compton in de Verenigde Staten. Die is daar 15 keer kampioen geworden. En Sanne heeft daar ook wel een doel van gemaakt. Maar beschrijf zelf eens wie Sanne Kant is voor de Belgische wielersport. Ten eerste een hele stille dame, heel bescheiden, maar 13 titels en vooral 3 wereldtitels. Hè. Dus ze heeft gewonnen in 2016, 17 en 18, wereldkampioen. We mogen dat niet vergeten. Ik was ook een beetje ontgoocheld toen ik gisteren een column las waar het eigenlijk een beetje geridiculiseerd werd, haar overwinning. Maar 13 keer op rij, nog altijd toch meestrijden. En ik heb het gevoel dat ze groeiende is. Dus Sanne, we hebben heel veel te danken aan Sanne. 3 wereldtitels en heel veel meisjes, waarschijnlijk ook door haar, op de fiets gekropen. Ja, klopt. Ik kijk naar buiten, ik zie de zon, ik zie prachtig weer, ik zie weer om naar de zee te komen. Dan moet het nog extra steken, denk ik, als organisator. Want er had hier zomaar 15.000 man kunnen staan. Ja, absoluut. Hè. Tussen de 15.000 en de 20.000 mensen. Typisch voor een Belgisch kampioenschap. En zeker de kust heeft nog die extra aantrekkingskracht. Dus doet het pijn? Ja, absoluut. Hè. Dus we hadden hier heel veel voorbereidingen. Het ging iets heel mooi worden, ook met animaties. Heel veel publiekzones, cateringzones, noem maar op. Dus ja, dat is een grote streep door de emotionele en financiële rekening. Ja. Ja, heb je begrip voor de maatregelen? Ja, uiteraard. De volksgezondheid gaat voor op alles. Mm-hmm. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb genoeg vrienden die nu op dit eigenste moment met corona in bed liggen, met zware koorts, dus alle begrip. Wat ik dan wel raar vind, en ik denk iedereen samen met mij, is dat je dan hoort dat er gisteren een record is gebroken in weinig een shoppingcenter. Dus het is natuurlijk een heel dubbel gevoel. Hè. Dus ik denk dat iedereen zich afvraagt waarom mogen wij niet naar Middelkerken komen kijken met een mondmasker op, zonder catering, supporteren. En waarom kan wel het Weinigem Shoppingcenter een record breken? Dus dat is natuurlijk een dubbel gevoel. Ja.
Maar daar heb ik zelf het antwoord niet op. Er is een groot verschil tussen een publieksverbod en beperkende maatregelen. Hè. Daar ligt nog heel veel tussen, maar daar was geen ruimte tussen, blijkbaar. Nee, maar die tussenweg hebben wij gevonden op de Cyclocross van Namen, ook een organisatie van Golazzo. Daar hebben wij dus een perfect veilige publiekscateringzone gebouwd, waar iedereen verplicht zitten moest consumeren. Dus we hebben daar aangetoond dat het echt wel kon. Ja. Hoe lang kunnen organisatoren dit trekken op deze manier? Want we zijn al aan een tweede seizoen op die manier bezig natuurlijk. Ja. Vorig jaar hebben we in koor gezegd 1 seizoen. We zijn nu aan ons tweede seizoen bezig. Dus ja, dit moet echt wel ophouden natuurlijk. Hè. Maar nogmaals, ja, het virus is baas, hè. Niet wij. Nee, Meulenbeke sprak van een verlies van meer dan 30.000 euro vorig jaar. Kan jij al inschatten wat het verlies hier zal zijn? Ja, in cijfers nog niet, maar 15.000 mensen missen die hier iets komen eten, iets komen drinken. Je kan je zelf rekenen, dat scheelt een hele slok. Om nog te zwijgen over de VIP's. Ja. Ja. Een paar weken geleden hebben jullie zelf de stekker uit de cross in Antwerpen getrokken, hè, omdat het niet haalbaar was. Er komen nog annulaties. Ja, de burgemeester van Kruijbeke heeft beslist dat de ETIAS cross van zaterdag 5 februari niet kan doorgaan. Hij verbiedt alle evenementen op zijn grondgebied. Mm-hmm. En dus vanaf morgen gaan we daar de puzzel leggen om toch iets te organiseren op 5 februari. Ja. Ja. We zien hier een beeldje van Thibaut Nijs. Thibaut Nijs die dadelijk gaat rijden. Hè. Om 14:15 gaan de beloften van start. Hopelijk krijgen we daar wel een spannend Belgisch kampioenschap. Dat ziet er wel zo uit. Ja, uiteraard. Ik supporter voor Thibaut Nijs. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Maar ik denk wel dat Johan Wiseure en Emiel Verstringen, om er maar twee te noemen, dat hij het niet makkelijk zal hebben. Nee, Wiseure, Joran Wiseure was deze week tweede in de cross van Gulligen bij de cross. Dus reed daar ook heel goed. Nog even over het WK in Fayetteville. Dat komt er later deze maand aan. Het is makkelijker dit jaar om wereldkampioen te worden dan Belgisch kampioen, want Wout van Aert is daar niet. Is dat dan een devaluatie voor het WK cyclocross? Ik ben ook topsporter geweest, lang geleden, en ik heb er alle begrip voor dat Wout kiest voor een vol seizoen en dat hij rust nodig heeft. Langs de andere kant, ik zie een groot voordeel als organisator. Hopelijk wint er een Vlaamse jongen, of het nu Toon, Eli, Laurens is, Michael, whatever, maar dan zien we wel het ganse seizoen, van september tot februari, die mooie regenbochtrui in het veld. Ja, zou ook zomaar eens Tom Pidcock kunnen zijn natuurlijk. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik denk dat een Toon en een Eli echt wel gebrand zijn erop. Ja. Okay. Het is de kans van een leven. Oké, okay. Christophe, bedankt voor je komst naar deze studio. Heel veel succes nog met de organisatie vanmiddag. Hopelijk niet te veel onverwachte dingen die nog gaan opduiken. Dat ziet er niet zo naar uit. Zo, lieven, dat was het vanuit Lombardzijde. Jij als West-Vlaming kent Lombardzijde wel. Nog een klein wistje datje. We zitten dus op die legerbasis van Lombardzijde. En hier heeft onder meer Johan Museeuw zijn legerdienst gedaan. Maar ook Geert Hoste. Jawel. Ja, kijk. Dat is altijd goed om weten. Bedankt, Karel. En we zien trouwens dat het daar fantastisch weer is. Het was heerlijk geweest om met het publiek te kunnen rijden. Maar helaas. Klopt. Het Belgisch kampioenschap veldrijden dus live op 1 na het journaal. En uiteraard ook alles via de website van Sportza. Maanden cel, waarvan de helft effectief. Die straf kreeg plastisch chirurg Jeff Hoeybergs van de week voor een reeks beledigende uitspraken over vrouwen. De uitspraak deed een fel debat ook opwaaien over seksisme en de vrijheid van meningsuiting. Over deze uitspraken en veel meer uit 2019 gaat het. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel niet meer hun benen open doen. De beklaagde, die arts is en wiens opdracht zou moeten zijn mensen te helpen, werkt op die manier fysiek en psychisch geweld tegen vrouwen in de hand. Dat je een vrouw niet als gelijke kunt behandelen zonder haar slaaf te worden. Het valt in ieder geval op dat, dat de rechtbank ook het bijzonder opzet heeft aanvaard en ook heeft gezegd dat het gaat om langdurige en herhaalde uitspraken die meneer Hoeybergs later nog eens heeft herhaald. En het tilde bovendien ook zeer zwaar aan het feit dat hij een arts is en daardoor natuurlijk geweld, zeker ten aanzien van vrouwen, moet helpen voorkomen en niet moet helpen aanmoedigen. Ja, moeten we het recht behouden om idiote uitspraken te doen, zoals MR-voorzitter Boucher tweette, of is vrouwenhaat wel degelijk reden voor een gevangenisstraf? Daarover gaan we debatteren met Koen Geens, CD&V en de vorige minister van Justitie. Goedemorgen en gelukkig nieuwjaar. En met Barbara Pas, fractieleider voor Vlaams Belang in de Kamer. Ik wens u hetzelfde toe. Ik ga beginnen met u, mevrouw Pas. Zo denkt Jeff Hoeybergs dus over u als vrouw? Ja, dat zijn die goedante uitspraken. En laat het duidelijk zijn dat ik hier niet zit om de uitspraken van Jeff Hoeybergs te verdedigen. Maar ik ga wel verdedigen dat men idiote uitspraken en belachelijke, die goedante uitspraken kan blijven doen. En meer is het niet dan idiote uitspraken dan?
Als ik een column lees van Delphine Lecomte waarin zij pedofilie vergoelijkt, vind ik dat een walgelijke mening. Maar zij heeft, net als chef Hoeybergs, net als elke burger in dit land, het grondrecht van vrije meningsuiting. En dat is een noodzaak in een democratie. En je kan geen zinnig mens uitleggen dat je voor gore praat wel een gevangenisstraf opgelegd krijgt, maar dat bijvoorbeeld in dezelfde week een Kortrijkse rechter deze week een man vrij uit laat gaan die zijn zwangere vrouw in elkaar geslagen heeft omdat het eten niet op tijd klaar was. Als er enkele maanden geleden verkrachters van een groepsverkrachting vrij uitgaan en enkel maar een opstelletje moeten schrijven, dan kan je die scheeftrekking aan geen zinnig mens uitleggen. Moet inderdaad gore klap gewoon weggezet worden als gore klap? En moet je daarvoor de cellen? Wel, natuurlijk, meningen zijn interessant, maar ze moeten ook een beetje met kennis van zaken gegeven worden. Er wordt nu een heel debat gevoerd over de seksismewet en over vrijheid van meningsuiting. Maar iedereen zou eigenlijk dat vonnis eens moeten lezen. U hebt dat ongetwijfeld gedaan. Ik heb dat gedaan en dat is voor mij geen gore klap. Dus ik ben geen moraalridder. Maar iemand die dat aan een toog verkoopt, na een bak bier te hebben gedronken, daar zal de cafébaas nog eens met gefronste wenkbrauwen naar kijken, denk ik. Zeker als dat een arts is. Dit gebeurt in het publiek. En wat ik betreur, is dat men de indruk heeft dat het over seksisme gaat. Het gaat over veel meer. Die man zet effectief in zijn praatje daar in het publiek voor de studenten mensen tot haat en geweld aan. Letterlijk? En, wel, of kijk, moet je dat tussen de regels lezen? Ik ben heel sterk gevallen over een zinnetje dat hij uitspreekt over een meisje van de klas van een van zijn kinderen en hoe dat door de jongens zou moeten aangepakt worden en in de gracht gesmeten, de banden platgestoken en vervolgens de chacoche met een gestolen briket in brand gestoken. Het is niet de geest van een voormalig minister van Justitie om zo in detail te gaan. Ja. Maar dat staat in dat vonnis. En dus, ik wil graag het debat over seksisme voeren, Seves, maar dit vonnis is een heel slechte aanleiding om de indruk te geven dat vrije meningsuiting hier in het geding is. Dit is veel erger dan gore praat. En dus, mevrouw Pas, moet dat misschien toch tot een veroordeling kunnen leiden? Want het is inderdaad misschien aanzetten tot haat en eventueel zelfs seksueel geweld? Aanzetten tot geweld is sowieso de grens. Daar stopt voor ons ook de vrije meningsuiting. Die is niet absoluut. Valt daar niet onder? Maar ook ik heb het vonnis gelezen en er waren meer aantijgingen dan dat. En een van de aantijgingen was ook het seksisme op basis van die seksismewet. En ook op basis daarvan is hij veroordeeld. En die seksismewet die is er gekomen met als officiële reden om de intimidatie van vrouwen op straat tegen te gaan. Van de La Rue, die reportage. Inderdaad. En laat ons nu vandaag vaststellen dat die seksismewet op dat vlak het doel volledig heeft gemist. Want die intimidatie van vrouwen op straat is er niet echt minder op geworden. Die problematiek is er nog altijd. Dan is het misschien wel goed dat we af en toe... Mijn goede collega Anke van der Meers heeft de cijfers opgevraagd in Antwerpen, als ik het mag illustreren. Alleen nog maar voor dit jaar, een coronajaar, is in Antwerpen 1 vrouw op 10 slachtoffer van intimidatie op straat. En in de uitgesproken multiculturele wijken, zoals Antwerpen-Noord, is dat zelfs 1 op 4 vrouwen, enkel dit jaar. Dus die seksismewet schiet haar doel volledig voorbij. Maar u kan dat wel zeggen, dan is het toch goed dat er af en toe een rechter die wet wel toepast. Het grote probleem is, en dat zeggen wij niet alleen, ik heb daar ook deze week een specialist ter zake, een professor discriminatierecht, Jochem Vrielink, die gespecialiseerd is in haatspraak en vrije meningsuiting. Ik deel zijn mening dat die seksismewet beter afgeschaft wordt. Die is zo ruim, dat zo dit allemaal vaag, nog meer zo algemeen, dat ervoor zorgt dat arbitraire strafvervolging mogelijk maar wordt. Mevrouw Pas, u gaat aan mijn argument voorbij. Hè. Het is, we willen over de seksismewet wel praten, maar het is zo jammer dat heel die gemeente, die goede gemeente, die over vrije meningsuiting wil spreken, dit soort gore praat, zoals het heet, nodig heeft om dan een principieel debat te voeren. Dat doet mij pijn. Wat de seksismewet betreft. Ja. Er zijn 4 andere tenlasteleggingen in het vonnis. Dus die seksismewet had de rechter helemaal niet nodig om meneer Hoeybergs te veroordelen. Hij is er wel voor veroordeeld. Het was 1 van de 5. Ja. Ten tweede, ik zou het met u eens zijn mocht u zeggen, wat u misschien wel zegt, is een gevangenisstraf hier wel aan de orde. Maar de rechterzijde is altijd de zijde die zegt een gevangenisstraf is nodig. Ik was voor alternatieve straffen. Ik was voor werkstraffen. Ja?
Wanneer dat in het strafwetboek zou staan, zegt men nee, op elk misdrijf moet minstens ook de mogelijkheid bestaan voor een rechter om een gevangenisstraf uit te spreken. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar dan moet men wel ernstig mee nadenken over hoe we dit soort... Want als je in een samenleving... Stel u nu eens voor, mevrouw Pas, dat het een man van muzulmaans geloof zou geweest zijn die deze uitspraak zou gedaan hebben. Dan zou u gezegd hebben, de gelijkheid van man en vrouw is in onze democratische rechtsstaat noodzakelijk. En dus kan het niet dat iemand van een andere geloofstrekking zo'n uitspraak doet. En ik zou het met u eens geweest zijn. Ja? Indien daar inderdaad haat, geweld of denigratie enzovoort mee gemoeid zou zijn. Ik zou het met u eens geweest zijn, maar geen twee maten en twee gewichten. Nee. Iedereen moet in een democratische rechtsstaat... Zou u dat niet gezegd hebben? Nee, twee elementen. Eén, u zegt, en dat bent u inderdaad, voorstander van gevangenisstraf als ultimatum remedium, als uiterste noodzaak. U heeft er een kweeste van gemaakt als minister van Justitie om zoveel mogelijk mensen vrij te laten, de moordenaar van Julie van Espen inbegrepen. Dat wij dat met dat beleid niet eens zijn en nog altijd niet eens zijn, dat klopt. Dus het verbaast mij nu dat u voor grove uitspraken wel plots voorstander van een gevangenisstraf blijkt te zijn. Twee, weet u hoeveel imams er al veroordeeld zijn voor het doen van denigrerende uitspraken? Het grote probleem van die seksismewet is dat dat door alle mogelijkheid creëert om aan arbitraire strafvervolging te doen. Wij zetten gelijkheid van mannen en vrouwen altijd voorop. Altijd. Maar dat wil niet zeggen dat men vrije meningsuiting moet beknotten. Maar een imam die zegt, homoseksualiteit heeft geen plaats bij ons, valt dat onder de vrije meningsuiting of is dat een misdrijf? Die man die verkondigt het woord van God, en ik denk niet dat het Jeff Hoeybergs voor een studentenpubliek, ook al heeft hij een goed gedacht van zichzelf, zich waant het woord van God te verklaren. Ja, ik denk niet dat dat de toehoorders van Jeff Hoeybergs aanslagen gaan plegen nadat wat zij gehoord hebben. En dat is wel iets dat wij zien bij islamterroristen die naar imams luisteren. Dus je kan het ene niet met het andere vergelijken. U weet toch nooit wat de impact is van uw woorden op uw publiek? Dat zijn jonge gasten, studentenverenigingen. U weet niet wat de impact is. Als men het niet weet, is het hek van de dam. Maar dat geldt voor de imam ook. Waarom zou elke gelovige in de kerk of in de moskee ook de facto... Als ik een zin mag afmaken, in tegenstelling tot mijn vorig bezoekje hier. Als er mensen zijn die uitspraken doen, en u zegt zelf, men weet niet wat daar de gevolgen zijn. Dat weet je van de imam ook niet, hè? Het is pas vandaag, van de week, exact 7 jaar geleden, dat we de aanslagen op Charlie Hebdo hebben meegemaakt. Toen was iedereen nog Charlie en voor vrije meningsuiting, omdat men daar 12 mensen heeft vermoord in naam van die islam, omwille van het beledigen. Een concreet voorbeeld dat ik wil doorspelen aan meneer Geens. Sami Mehdi, staatssecretaris, heeft exact 1 jaar geleden een Turkse imam het land uitgewezen, die ook zei van... Homoseksualiteit heeft geen plaats in de islam. Dus u zegt wel dat ook daar moet... Want dat is ook een vorm van juridische straf. Hè? Daar moeten ze ook straffen aan verbonden zijn. Kijk, vrijheid van godsdienst is zoals de gelijkheid van man en vrouw en de gelijke rechten voor homo's en lesbiennes en transgenders is een van de scheiding van kerk en staat een van die zaken die in de weegschaal liggen met vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Moest dat zijn, want u gebruikt dat hominem-argument, mevrouw Pas, dan zou u en meneer Van Grieken niet naar de rechter stappen omdat u vindt dat u het voorwerp bent van laster en eeroof. Wanneer de Groenen... Daar heb je geen seksisme wet voor wanneer nodig. De Groenen van, u van racisme zouden beschuldigen. Dus u hebt ook last van meningen. U hebt ook last van meningen. Ja, en nee, mag ik even verder gaan? Wat de vrijheid van godsdienst betreft, is het evident dat op een bepaald moment de rechter... die in de weegschaal ligt met de vrijheid van meningsuiting. Wanneer de katholieke kerk zegt, kijk, voor een homohuwelijk is er bij ons... Ik trek het even weg van de imam, omdat dat een heel delicaat onderwerp is met mevrouw Paas. Maar wanneer men zegt, de katholieke kerk heeft geen plaats voor een homohuwelijk, dan is de katholieke kerk nog niet aan het aanzetten tot discrimineren. Zij zegt ook niet dat je niet mag trouwen voor de wet, wanneer het gaat over het homo... Discrimineert in de praktijk dan. Maar zij heeft een eigen... vereniging, als ik het zo mag zeggen, een eigen club. En daarin is de regel
dat je niet trouwt met iemand van dezelfde sekse. Dat discrimineert je nog niet. Je kan uit die club stappen. Ja? Vrijheid van godsdienst is dus een belangrijk punt dat in de weegschaal ligt met... En dat zijn de delicaatste oefeningen voor rechters. Dus wat ik wel zou willen zeggen, dit zijn democratische wetten. Ja? Die zijn democratisch gestemd, met een zeker enthousiasme. Ja? We hebben als enige tegengestemd. Ja, maar... En ik weet waarom. U wil zo ook weg, maar ook de minister van Justitie, de huidige minister van Justitie, heeft al gezegd, daar beginnen we niet aan. Hè? Ja, helaas. Maar van de huidige minister van Justitie verbaast me dat ook niet. Als er één ding is waar deze Vivaldi-regering het over eens is, dan is het om onder het mom van fake news, onder het mom van haatspraak, zoveel mogelijk meningen te stigmatiseren en zelfs juridisch te criminaliseren. Als men de oppositie niet klein krijgt in het stemhokje, dan probeert men dat via repressie, dan probeert men dat via de rechtbank. En ik heb geen last van meningen, zoals u zegt. Waarom stapt u dan naar de rechter wanneer u wordt beschuldigd van racisme door meneer Calvo? Waarom stapt u dan naar de rechter? Racisme is een misdrijf en ik beschuldig mij niet aan racisme. Maar ik zou u best eens kunnen tonen... Maar waarom stapt u naar de rechter? Als ik mijn zin mag afmaken... U antwoordt niet. Nee, u zegt dat ik last heb van meningen. Calvo was een impliciete beschuldiging aan mijn adres dat ik racist zou zijn, wat ik ten stelligste ontken en waarvoor ik inderdaad naar de rechtbank ben gestapt. Als mijn goede collega Christiaanses doodsbedreigingen krijgt, wordt dat geseponeerd. Maar wat is het grote probleem vandaag? Als men een mening verkondigt, en ik heb geen last van meningen, de bedoeling is juist dat men, als men van mening verschilt, dat men dan, zoals vandaag aan tafel, met argumenten, met kennis van zaken, mensen overtuigt. Maar je gaat geen goor taalgebruik of walgelijke meningen wegkrijgen door met mensen te muilkorven en door aan repressie te doen. Dit is geen goor taalgebruik. Dit is een aanzet tot haat of tot geweld, volgens de rechter althans. En ik zou wel willen aandringen dat men de rechters die zo'n beslissingen neemt een beetje maatschappelijk vertrouwen geeft in plaats van onmiddellijk, ja, mevrouw Pas, in plaats van onmiddellijk het beter te weten en te zeggen dit moet kunnen verkondigd worden. Ik vind het een angstwekkende evolutie. We hebben dit jaar ook de veroordeling gehad van 4 voorpostleden die met een spandoek stop islamisering, een bekommernis tegen de toenemende invloed van de islam op onze maatschappij, bekendbaar maken. Ik heb daarover dingen gezegd die u zou hebben kunnen horen. Aanzetten namelijk tot, dat ik dat geen geweldige beslissing en vond, dat maar dat ze voor evolutie beroep vatbaar is, zoals deze beslissing. Er is beroep mogelijk. En meneer Hubers gaat ook in beroep, ik begrepen. Hij gaat in beroep. We moeten helaas afronden. Bedankt om op een beschaafde manier van mening te verschillen met elkaar. Dank u wel. Dank u wel. En dan nu tijd om weer wat op sterke vrouwen in te zoomen. Straks hebben we hier nog de nieuwe reeks die woensdag start. Delphine, mijn verhaal, of dus het levensverhaal van Delphine van Saxen-Coburg. Maar eerst naar ons podium, want daar staat Pommelien Thijs. Ze bracht ons hier al haar nieuwe single, Meisjes van Honing, Meisjes van Glas, om jonge vrouwen te empoweren. Maar nu brengt ze ons het nummer waarmee ze in 2020 doorbrak als zangeres. Nu wij niet meer praten. Origineel in duet met Jaap Reesema, maar nu hier solo voor u. Pommelien Thijs. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar is je stem? Nu wij niet meer praten en ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat
niet slapen, nu wij niet meer praten. Oh, nu wij niet meer praten. De meesten onder ons kregen een boek, een massagebon of wie weet oorbellen met kerst. Maar wie echt mee is, die geeft een NFT-cadeau. Of toch over wie wat centjes bezit. Want prijzen voor een non-fungible token, een niet-inwisselbaar digitaal eigendomscertificaat, die prijzen die gaan echt wel door het dak tegenwoordig. 16.603 euro bijvoorbeeld voor een beeldfragment van de overwinning van Wout van Aert in de Strade Bianche. 20.700 voor een virtuele baby Birkin-handtas van Hermès. 200.000 euro voor een virtuele spelkaart van Kevin De Bruyne. 300.000 voor een Bored Ape. Of 1 miljoen voor een NFT van Lionel Messi. Waanzinnige prijzen zijn dat. Jan Ketelers, goedemiddag intussen. En marketingdirecteur van Venly, gespecialiseerd in blockchain-technologie. Ja. Dat wat hierachter schuil gaat. En jullie hebben ook een NFT-app ontwikkeld. Laten we een beetje NFT voor dummies doen, stel ik voor, dat ik kan volgen. Wat is een NFT en waarom worden daar waanzinnige bedragen voor betaald? Oké. Ik ga proberen van zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar een NFT is een toepassing op blockchain-technologie. En dankzij de blockchain-technologie kunnen we nu eigenlijk bewijzen dat we eigenaar kunnen zijn van iets digitaal. En zo'n NFT is net zo'n eigendomsbewijs van een digitaal zoals item. Zoals ik in een wereld bijgenomen ben van deze tas, ben ik dan virtueel eigendom, eigenaar liever van Wout van Aert zijn overwinning. Op dat beeldfragment, dan vraag ik me wel af, als ik dat nu zou googlen, want hij heeft er zo 3 verkocht, goed voor 47.000 euro. Ik kan die overwinningen van Wout van Aert googlen en daar 10 keer naar kijken, 100 keer naar kijken, gratis. Waarom zou ik daarvoor betalen? Ja, dat is een goede vraag. Dus eigenlijk moet je zien, bij NFT's is het tweedelig. Eén is het visuele aspect, dus dat is wat je ziet. Dat kan je inderdaad overal gaan bekijken of met iedereen gaan delen. En het andere aspect is het functionele aspect. Dus dat is de code die erachter zit, dat gaat bewijzen dat jij de eigenaar bent. En meestal nu bij NFT's ga je ook een toepassing hebben met je NFT. Dus een NFT kan een toegangsticket zijn. Met, bijvoorbeeld bij Wout van Aert heeft dat nu niet gedaan, maar het zou een toegangsticket kunnen zijn naar al zijn wedstrijden. Of een meet-and-greet kunnen geven. Een beetje zoals de COVID-pas op jouw gsm bewijst dat je ergens binnen mag. Ja. Antonie, ik heb dit gekocht van Wout van Aert. Ja, exact. Dus zo zou je het kunnen gebruiken. En er zijn heel wat toepassingen met NFT's. En dat van Wout van Aert is een collectible. Dus dat is meer een verzamelwaarde. Waar iemand vergeleek het met een gesigneerd t-shirt hebben van Wout van Aert. Maar dan op je smartphone. Ja, vind ik een heel goede vergelijking. Enkel bij NFT's is het nog leuker, omdat je er dan nog veel meer mee kan doen dan gewoon die t-shirt hebben. Je kan bijvoorbeeld in een spel met Wout van Aert fietsen in een spel, dankzij de NFT. Dus dat hangt eigenlijk is het virtueel, een virtuele wereld. Ik kan snappen dat daar betalen mensen duidelijk geld voor. Hè. Ik zei het al, 1 miljoen voor die ene van Messi, Kevin De Bruyne, maar ook Kasparov zit daarop en dergelijke meer. Maar ik las ook dat Nike bijvoorbeeld ook met die NFT begint. L'Oréal, waarvan denk ik vele vrouwen onder ons daar wel een mascara ergens van in de badkamer liggen. Dat is dus een gewoon merk voor gewone mensen. Waarom zetten zij daarop in? Want dat zijn toch niet de mensen die zo'n bedragen gaan betalen. Ja, waarom dat ze daarop inzetten is omdat ze ook de kracht gaan zien van NFT's en wat het op lange termijn voor hen gaat kunnen doen. Nu vergelijk ik ook vaak met de merken die 10 jaar geleden begonnen met een Facebookpagina en die plots Facebook-filmpjes of Instagram-stories begonnen te maken. Dat was wel gratis voor mij. Voor te bekijken. Als klant, ja. Ja, effectief. Maar nu willen ze eigenlijk ook NFT's gaan kunnen verkopen, waardoor dat ze hun community van mensen die de mascara's van L'Oréal bijvoorbeeld gaan gebruiken, ook gaan incentiveren om andere dingen te doen. Een goed voorbeeld is een voetbalclub, AC Milan. Zij hebben NFT's uitgebracht en de houders van de NFT's die konden meestemmen op de slogan van de club. Dus bij L'Oréal zou je een beetje hetzelfde kunnen zeggen dat de mensen die de NFT's bezitten de ambassadeurs zijn en die zo mee beslissingen zouden kunnen nemen voor L'Oréal. Ja. Gaan we het ook echt in ons dagelijkse leven dan ook beginnen merken, zoals ik de vergelijking maakte met de coronapas op je gsm? Ik geloof van wel. Ik geloof bijvoorbeeld een festivalticket.
dat is een perfecte use case om met NFT's te gaan doen, omdat je die dan... er kan geen fraude meer zijn, omdat het vast linkt aan een digitaal contract. Dus je kan het niet vervalsen. Dus het is vast van, in de code. Dus ik kan het ook niet aan jou geven dan? Je kan het verkopen aan mij. En dat is dan het tweede grote leuke aan de NFT's, is dat je bij elke doorverkoop gaat er een commissie, een royalty fee, teruggestort worden naar de persoon die de collectie gemaakt heeft. Dus bij L'Oréal, zij zetten dat ook in voor het goed doel. Dus ze zeggen van, onze artiesten hebben de NFT's gemaakt, mensen kunnen dat kopen, geven daar een culturele waarde aan. Maar telkens als dat doorverkocht wordt, gaat er 10% van de doorverkoop waarde. Dus waar je bij concerttickets soms naar waanzinnige bedragen ging, hè, als het een exclusief concert was op de laatste kaarten, zou dan nu de artiest daar terug mee van profiteren als hij dat voor veel meer doorverkoopt? Ja, en dat is echt een gamechanger geweest voor digitale artiesten, die bijvoorbeeld Bert Dries van Musketon, een supergoeie digitale artiest, en nu telkens als zijn werk wordt doorverkocht, gaat hij daar opnieuw aan gaan verdienen met zijn royalty fees. Ja, want het zijn inderdaad waanzinnige bedragen. Ik heb er in het begin al een paar opgestomd, maar 1 miljoen vond ik al veel voor Lionel Messi. Maar er is ook bij Christie's, toch ook niet het eerste de beste veilinghuis, zo een NFT-kunstwerk verkocht. Maart vorig jaar van de kunstenaar Beeple. Heet Every Day the First 5000 Days. $69 miljoen. Daarmee staat hij meteen in het rijtje van Jeff Kloon en David Hockney. Dat zijn kunstenaars die wij hier in Bozar eens kunnen gaan bekijken. Heeft dat diezelfde artistieke waarde? Of is het natuurlijk wat een mens ervoor betaalt? Hè? Ja, het is sowieso wat de mens ervoor betaalt. Ik denk ook, omdat die technologie zo nieuw is, dat het nu de culturele waarde van zo'n eerste groot werk voor zoveel geld gaat zeker blijven meegaan. En iedereen blijft erover praten. Dus hoe meer dat erover gepraat wordt, hoe meer dat het bekend wordt en hoe meer waarde dat dan in de toekomst gaat. Maar blijft dat waarde hebben? Want wij betalen doorgaans in euro's of in dollars. Dat zijn relatief stevige munten. Hè. Dat beweegt een beetje. Dit is natuurlijk via die cryptocurrency, zoals bitcoin en zo er één is. Daarvan lezen we elke dag wel. Hè. Dat gaat de hoogte in, dat gaat de laagte in. Wat is dan de waarde van zoiets? Want die waarde wisselt de hele tijd. Ja, vandaag 99% van NFT's hangt vast met de waarde van Ethereum. Dus als je bijvoorbeeld 3 ETH voor iets betaald hebt, heb je daar $9000 voor betaald vandaag. En dan inderdaad, als het morgen $2000 zijn, dan is dat minder waard. Maar we gaan wel zien in de toekomst, in de komende jaren, dat dat veel meer gaat gebackt worden door stabiele munten. En in crypto heb je ook stabiele munten, dat zijn de stablecoins. En die zijn wel vast aan de dollar of aan de euro. Ja, is het dan eigenlijk het beleggingsproduct van de toekomst? Een van de... Ik geloof dat we allemaal veel meer digitaal gaan leven. We zien dat nu al. En bij digitaal behoort ook digitaal eigendommen en digitaal eigen zijn van sommige zaken, zoals bijvoorbeeld ook privacy, maar ook collectibles of game items die ook digitaal zijn. Want er zijn mensen die zeggen, professoren, dit is een hype, dit is een lege doos, teken daar... Ik koop geen Bored Ape voor €300.000, maar teken er zelf een. Ja, en dat is een beetje hetzelfde met kunst. Je kan zelf ook een schilderij maken en ophangen in je huis. Maar een Da Vinci gaat natuurlijk wel de waarde behouden. Maar heeft dat voor jou... Is dat denkbaar dat het inderdaad... Wij zullen het niet meer zijn, en het zal ook in deze studio niet zijn, dat we daar over 50 jaar zeggen van dat kunstwerk van X en Y, dat virtuele kunstwerk, dat is nu verveild voor zoveel meer, of dat hangt nu... Ja, dat hangt nergens natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat in de toekomst vooral zo gaat zijn, ook omdat we zien nu de metaverses. Mensen leven digitaal, gaan digitaal rondlopen. Facebook heeft ook zijn naam veranderd naar Meta. Ja, nu... Is dat omdat we allemaal virtueel gaan leven? Ja, we leven nu al, denk ik, 60% virtueel. Instagram is superbelangrijk in uw digitaal identiteit. En met NFT's gaat dat enkel alleen maar versterkt kunnen worden. En ga je bijvoorbeeld als supporter van A-Gent, ga ik een NFT kunnen hebben van A-Gent en gaan mensen kunnen zien, een digitaal Jan is supporter ook van A-Gent en hangt dat vast aan mijn identiteit. Maar de meeste NFT's waarover nu gesproken wordt, zijn collectibles of kunstwerken. Maar we gaan zien in de toekomst dat veel meer NFT's een utility gaan hebben. Dus beetje dat je er iets mee gaat kunnen doen. Ja. Zoals concerttickets of zoals kunnen stemmen voor een bepaald ding. Ja. Zoals deel zijn van een community, toegang krijgen. Een NFT voor de 7e dag en dan mag je mee beslissen wat de onderwerpen zijn. Ja, welke gasten komen. Ja. We moeten erover nadenken. Ik moet zeggen, ik ben al een beetje meer mee. Dat is al een geweldige prestatie. Dank je wel, Jan Ketelaers. Graag gedaan. Ja.
small child doesn't think of affairs. He was just a really good friend of my mother's who came on holiday, go skiing. I didn't know he was my father. Our love was such a deep love, but the conditions were extremely stressful. I mean, we were living like being searched gangsters. But one day, my mother told me the truth. My fear was that she was going to hear it from somebody else. He said, I've had enough with this story. I don't, you know, you're not my daughter. That day was a nightmare. De trailer was dat van Delphine, mijn verhaal, oftewel het levensverhaal van Delphine van Saxen-Coburg, de biologische dochter van koning Albert en Sibylle de Célis Longchamp. Reeks in 3 delen vanaf woensdag te zien op 1. En Chris Michel, jij bent de maker. Proficiat, de documentaire waar veel documentairemakers jaloers zullen op zijn en een document waar veel mensen zullen naar kijken. Hoe is het tot stand gekomen? Wel, dat is een verhaal van 20 jaar. In 2001... maakte ik een documentaire over de kunstenares Delphine Bouwel voor Telefax in die tijd. En het klikte meteen tussen ons. Ik heb toen alleen maar vragen gesteld over haar als kunstenares. Dat was ook haar voorwaarde. Ze wou toen niet praten over de situatie met de koning. En we hebben contact gehouden, we zijn vrienden geworden. En de laatste 20 jaar was ik er op alle belangrijke momenten van haar en haar familie bij. Tijdens de rechtszaak, tijdens de ontmoeting, of laten we zeggen, na de ontmoeting met haar halfbroer, koning Philip, na de ontmoeting met haar vader, Albert. Dus ik heb de situatie 20 jaar lang gevolgd als vriend. En heb jij het initiatief genomen of heeft zij het initiatief genomen? Het was wederzijds. Het klikte en ze zei, ik ken België niet. Ik kwam uit Londen in 2001. Ze kende het land niet waar ze geboren was. En ze zei, ik ken Vlaanderen zeker niet, want ze sprak met haar moeder Frans, maar voor de rest Engels in Londen. Ze kende de situatie in België weinig. En ze wou eigenlijk iemand uit Vlaanderen die haar een beetje kon gidsen als er vragen kwamen. Ze werd belaagd natuurlijk door de pers, niet alleen internationaal, maar ook in Vlaanderen. Dus ze wou eigenlijk een beetje iemand die haar begeleidde. Dat klikte. En twee jaar geleden, dat was op het moment dat de rechtbank zei dat koning Albert zijn DNA moest afstaan. Toen dacht ze, het gaat in de goede richting. Toen heeft ze mij gezegd van, Chris, we gaan ervoor. We beginnen eraan. Het zal een lang proces zijn. Je mag het pas uitbrengen op het moment dat ik de toelating geef, het groen licht geef. Dat was dus nu. Ja. 2 jaar later. We hebben er 2 jaar lang hard aan gewerkt. En nu zijn we hier met resultaat. Ik heb haar 2 lange dagen geïnterviewd en dan op het einde nog eens een dag om de gaten in het verhaal te vullen. Ja. Maar ze wou haar verhaal vertellen. Nu, we weten intussen natuurlijk wel veel over dat verhaal. Hè. Er is veel al naar boven gekomen. Jij volgt haar al 20 jaar. Ben jij toch nog dingen te weten gekomen van je zei, dat wist ik nu niet, dat is interessant. Hè? Ja, er waren een aantal dingen dat ze mij nooit verteld had. Bijvoorbeeld, toen ze tiener was, voelde ze dat er spanning was, dat er leugens waren, dat er komedie gespeeld werd rond haar. Ze wist tot haar 17e niet wie haar echte vader was. Ze dacht dat nog altijd dat Jacques Bouwel was. Maar Jacques Bouwel behandelde haar niet als zijn dochter. Dus voor haar was dat allemaal spanning. Ze voelde dat haar moeder gespannen was. En ze heeft dan gezegd van, iedereen rond mij doet rare dingen. Ik moet altijd alles doen zoals iedereen het zegt. Ik ga nu voor 1 ding beslissen, ik ga niet meer eten. Ze heeft dan heel zware anorexia gehad. Op een bepaald moment zo erg dat een dokter in Londen zei van, als je nu nog verder doet, dan wordt het kritiek, dan komt jouw leven in gevaar. Andere dingen die ik te weten gekomen ben, dat is op het moment dat in begin jaren 70, toen Delphine, haar moeder, Sibylle, een relatie had met prins Albert op dat moment, was het zo dat prins Albert meer in Ukkel op het appartement bij Sibylle en Delphine was dan bij prinses Paola op dat moment. Op dat moment heeft prins Albert beslist van, we gaan scheiden. Het paleis was op dat moment akkoord, koning Boudewijn op dat moment, was akkoord met de scheiding van prins Albert en prinses Paola. Zelfs de regering van Gaston Eyskes was akkoord met die scheiding. Ja. Toen hebben de advocaten van het paleis gezegd van, oké, dit zijn de voorwaarden, maar er waren een aantal voorwaarden, onder andere dat Sibylle de kinderen, zijnde Philippe, Laurent en Astrid, niet mocht zien. En dat vond zij als vrouw een belediging. Maar een belangrijke andere voorwaarde was, als prins Albert zou scheiden, zou hij moeten verzaken aan de Belgische troon. Wel, Sibylle, zoals in Engeland ooit gebeurd. Zoals in Engeland, inderdaad, met Wallace Simpson. Maar als je daarover nadenkt, want achteraf is Boudewijn dan gestorven, zou Philip op de troon zijn gekomen, maar heeft de regering beslist van het moet Albert worden? In dit geval zou onze huidige koning al veel eerder koning zijn geworden. Wel, dat zou onze geschiedenis... Had toen Sibylle, de moeder van Delphine, gezegd, de scheiding gaat door en Paola en Albert scheiden en wij gaan trouwen, dus zei Sibylle... Kiezen voor de liefde. Dan had
koning Albert in 1993, bij de dood van koning Boudewijn, geen koning kunnen worden en was Filip 20 jaar eerder koning geweest. Laten we terugkeren naar Delphine zelf. Hè. Je zei het al, die mysterieuze, onbekende vader heeft haar jeugd op een zeer dramatische manier getekend. We zien ook in de documentaire reeks op een bepaald ogenblik een keerpunt. Hè. We zitten in een restaurant en daar wordt iets gezegd. We gaan dat eerst eens bekijken. My mother told me at Foxtrot Oscar, my favorite restaurant in London. I was 17 years old. I still remember what we ate. She told me that Albert was my father. Oh, thank God. And that's all she said. It didn't seem to disturb her. It didn't seem to give her a shock. It just was like if she probably felt it. My fear was that she was going to hear it from somebody else. It was just fantastic when she told me, not because of who he was. I didn't give a flip he was a prince. I liked Albert's character, so I was relieved that I came from him. Ja, een heel mooi fragment. Ik noemde het een keerpunt. Een keerpunt ten goede, voor alle duidelijkheid, voor haar. Ja, toen heeft haar leven herpakt. Dat was in 1985, toen ze 17 was. En ze voelde zich opgelucht van dat koning Albert, enfin, prins Albert op dat moment haar vader was, want het klikte wel met die man. Dat was zogezegd een goede vriend van haar moeder, die altijd ook naar Londen kwam. Hè. Toen ze 8 jaar was, is ze van Ukkel naar Londen verhuisd met haar moeder om haar te verbergen, om de monarchie te redden. Maar Albert kwam nog altijd naar Londen. Dus zij had een goede relatie met hem. Ze vond het een leuke man, een humoristische man. En toen hoorde ze, oh, dat is mijn vader. En ze was supergelukkig. Het was voor haar een opluchting dat die leuke man haar vader was. Maar ze moest het blijven zwijgen. En ze heeft dan in Londen eigenlijk haar draai teruggevonden, omdat ze eigenlijk die leugens waren voorbij, die komedie was voorbij. Ze moest het wel zwijgen, ze mocht het niet naar buiten brengen. Maar ze is dan naar de Chelsea School of Art gegaan, wat eigenlijk haar ding was. Ja. Ze wou in de kunst. En ze heeft dan een hele gelukkige tijd gehad, van 1985 tot op het moment dat het grote schandaal uitbrak in 1999. Het boek van Mario Daneels, waarin haar bestaan onthuld werd. Maar die 14 jaar waren voor haar eigenlijk de gelukkigste jaren. Maar dan inderdaad was weer een keerpunt. Hè, en dan is de grote ontkenning gekomen. Albert die duidelijk zei, je bent mijn dochter niet, proces. En is er dan gekomen, ze heeft haar gelijk gehaald. Dat is allemaal weer goed uitgedraaid. Hè, want er is ook de foto, hè, van de eerste ontmoeting met haar vader en Paola, koningin Paola. Wat heeft uiteindelijk dan gemaakt, want deze man heeft zo lang ontkend, Mordicus ontkend, dat hij uiteindelijk zo gekeerd is? Omdat het een fait accompli nu eenmaal was? Of waarom? Misschien voor een deel, maar ze zei mij ook in de loop van de jaren, ik denk dat het nooit goed komt met de koninklijke familie en met mijn vader. Ze dacht, ik ga wel proberen van gelijkwaardig behandeld te worden, want ze is naar de rechtbank gestapt. Na 12 jaar contact gezocht te hebben, van 2001 tot 2013, heeft ze contact gezocht met het paleis, met haar vader, onder andere via kardinaal Daneels, via brieven. Ze heeft massaal veel brieven naar de koning gestuurd, nooit antwoord op gekregen. Ze werd gepest als kunstenares. Haar familie kwam op een zwarte lijst terecht. Ze kon geen bankrekeningen meer openen. En toen heeft ze gezegd, ik moet naar de rechtbank. En toen zei ze, dat komt nooit meer goed. En wat heeft het dan doen keren? Zeer raar. Ik was bij haar thuis nadat ze hier op het paleis geweest was bij koning Albert. Iedereen in de pers dacht, dat is artificieel. Wel, ik zag ineens een andere Delphine. Het was net alsof dat een fee met een toverstok aan haar gekomen was. En ze was precies zo van helemaal veranderd. Ze zei mij, van de eerste seconde dat ik mijn vader zag, klikte dat meteen terug. Dat was de vonk die sloeg terug over van vader, dochter. Maar kan het zijn dat, los van het juridische, Albert dit conflict niet mee in zijn graf wou nemen? Zeer juist. Dat heeft ze mij ook gezegd. Koning Albert was natuurlijk ook een beetje deel van het systeem. Hij was koning, deel van het paleis. Hij kon niet toegeven. En dan moest hij wel toegeven, want er kwam meteen een onderzoek. Kwam dan de titel en de naam dat Delphine mocht dragen. En ik denk dat, en zij had ook het gevoel dat hij opgelucht was, dat hij eindelijk haar kon op een normale manier ontmoeten. Hij wou dit gewoon regelen voor zijn dood. Ja. Hij wou voor zijn dood dat dat terug geregeld werd. Hij heeft haar sanderendags na deze ontmoeting, die zogezegd artificieel was, opgebeld om te zeggen dat hij zo gelukkig was. Ja. Dat hij zal hij hier ook gelukkig mee zijn met wat jullie vanaf woensdag gaan uitzenden? Ik denk het wel. Hij komt er niet slecht uit. Het is hij natuurlijk een periode waarin hij, waarin er oorlog was. Er is 20 jaar oorlog geweest. En zal Paula blij zijn met die documentaire? Ja, die 20 jaar waren natuurlijk oorlog, maar ondertussen zijn ze bezig met een heropbouw van hun relatie. Delphine en haar familie hebben ondertussen al haar halfbroers en halfzus ontmoet, ook koning Albert en koningin Paola. De kinderen van Delphine en Jim. Waarom wil ze dit nu nog vertellen als het allemaal zo goed gaat? Omdat ze
Ze heeft 50 jaar lang gezwegen. Iedereen had altijd een oordeel over haar. Iedereen zei altijd, journalisten, paleismedewerkers, royalty watchers, zo denkt Delphine, Delphine heeft dat gedaan daarom. Ze wou voor eens en voor altijd haar verhaal doen. Wel, dit is haar verhaal. Het is geen objectieve documentaire. Ze heeft gezegd tegen mij, ik wil mijn verhaal doen, dat van mij en dat van de mensen rond mij. Ik heb gewoon haar voor eens en voor altijd haar verhaal gebracht en ik denk niet dat ze nog ooit hier ooit gaat iets over vertellen, want ze wil een nieuw leven starten. Ze wou haar leven afsluiten met dit verhaal, met deze reeks. En dit verhaal hebben we dus. Ik heb het gevoel dat jij dat verhaal ook nog uren kunt vertellen, maar we gaan vooral kijken vanaf deze week. Ja, inderdaad. Het verhaal van de prinses nu woensdag dus om 20:20 op deze zender. En daarmee zijn ook wij uitverkend. Intussen heeft Ferre Windij, VOCA-voorzitter Wouter de Geest, naar de uitgang begeleid. Wouter de Geest die ons al inzage gaf in zijn nieuwjaarsspeech van morgen. En wij komen graag volgende zondag weer bij u langs, ongetwijfeld met meer Omicron en ander nieuws. Dag. Dag. Meneer de minister, dag hè. Ja. Dag meneer de Geest, mag ik u nog naar de exit begeleiden? Ja, dat mag u in elk geval, ja. Dat is langs hier. Wat ik u misschien ook mag toewensen is een fijne opvolger bij VOCA, want u stopt ermee. Dit jaar loopt mijn mandaat af en zal volgens de normale regels er een zeer goede opvolgster of opvolger het fantastische werk van VOCA voortzetten. Een opvolgster? U heeft al een idee wie het gaat worden of nog niet? U gaat van mij vandaag daar niks over horen. Nee, de exit is langs daar. Bedankt, hè. Dag. Ja, dank u wel. Dag. Fijne dag.